Geachte leden van de Raad van de Gemeente Hardenberg, dames en heren op de publieke tribune en mensen die ons via de media beluisteren dan wel bekijken. En natuurlijk de media zelf van harte welkom op deze raadsvergadering van dinsdag 21 mei. We hebben een agenda die naar aanleiding van de vorige oriënterende ronde iets gaat veranderen wat mij betreft. Want u heeft aangegeven dat de regio-deal Zuid- en Oost-Drenthe, dat een hamerstuk kan gaan worden. Daar gaan we zo nog even naar kijken bij punt 3. Kondig ik het alvast aan. De vergadering is geopend met mededeling van de afwezigheid van de heer Wiet. En voor de rest zijn we compleet akkoord. De actuele vragenronde. Is er behoefte om gebruik te maken van de actuele vragenronde? Heer Bosso. Ja, voorzitter, dank. De gaswinning op de velden in het noorden van onze gemeente zal worden verlengd tot 2033. Zo was ook te lezen in de stentor. En ik citeer daar even uit. De provincie Overijssel en Drenthe, de verschillende gemeenten en het waterschap zien geen bezwaren om de termijn die de Nederlandse aardoliemaatschappij nu heeft te verlengen. Mits er om de 5 jaar een grootscheepse evaluatie wordt gehouden. Daarover hebben wij toch een aantal vragen. In hoeverre erkent het college zich natuurlijk in deze tekst? En hoe verhoudt dit zich tot het gaswinningsplan waarvoor wij bezwaar hebben aangetekend bij de Raad van State? Met andere woorden, waarom mag deze winning wel door tot 2033 en verzetten wij ons zo hevig terecht tegen de andere gasvelden? Waarvan we zeggen dat mag niet zo lang doorgaan. En dan de 5 jaar evaluatie. Welke positie geeft dat ons als gemeente? Kunnen wij dan ook daadwerkelijk sturen? Of kan de NAM dan ondanks bezwaren die er eventueel zouden zijn de periode van de gaswinning, van de vergunning, gewoon volmaken? Tot dusver, voorzitter. Akkoord, dank u wel. Zijn er nog andere vragen voor de actuele vragenronde? Dat is niet het geval. Dan kijk ik even in de richting van het college. De heer Ten Kate gaat over de gaswinning in het noordelijk gedeelte van onze gemeente en de stand van zaken naar aanleiding van berichtgeving. Ja, voorzitter, dank u wel. Wij hebben het artikel in de krant ook gelezen en uw vraag is van herkent het college zich hierin? Nou, het college herkent zich hier niet in. Net als bij de vorige keer hebben we ook nu een reactie gegeven. En ons advies aan de minister is eigenlijk hetzelfde als bij de vorige reactie. Monitoring van de bodemdaling of trillingen vinden we heel erg belangrijk. Extra trillings- en versnellingsmeters vragen wij om. We vragen ook om een goed schadeprotocol voor de kleine velden. En bij calamiteiten direct stoppen. En ik weet niet als u ook aanwezig was bij de informatieavond over dit veld. Maar daar heeft ook de directeur van de NAM gezegd van mochten er bevingen komen van maar enigszins, ik kan niet zeggen kwaliteit, maar wel van omvang. Dan stoppen we er direct mee, want wij willen dit ook niet meer. Daarnaast kan ik u nog zeggen dat wij ook heel graag met de directie van de NAM in gesprek willen over de energietransitie. Want ook de NAM zal begrijpen dat het toch de andere kant op gaat met het gas. Of zij weten dat als geen ander. En daar hebben we binnenkort, ik dacht deze week nog, volgende week een gesprek over. Dus in die zin willen we ook deze punten daar nog weer onder de aandacht brengen. Maar we doen het ook via het officiële kanaal. Akkoord, dank u wel. Voldoende, heer Boshoven. Ja, voorzitter, in ieder geval heel blij met de woorden die mij inderdaad bekend waren. Dat bij enige trilling dat het stopgelegd wordt. Maar begrijp ik hier dan ook uit dat de periode tot 2033 niet acceptabel is? Wij hebben ingezet op dezelfde zaken als de vorige keer. Waarbij wij ook ons afvragen van waarom moet het direct naar 2033? Want we willen toch met elkaar de energietransitie en dan moeten we dit niet verlengen. Veel belangrijker vinden we dat we kunnen monitoren en dat er ook een goed schadeprotocol komt als er wat is. Akkoord, voldoende hè? Prima, dank ook voor de beantwoording. Geen andere vraag meer heb ik al geconstateerd. Dan gaan wij door naar agendapunt 3. Vaststelling van de agenda van vanavond van deze raadsvergadering. Zoals gezegd, de regio-deal Zuid- en Oost-Drenthe. Dat is gemaakt tot een hamerstuk. Mijn voorstel zou zijn om
dat toe te voegen na agendapunt 8. Vaststelling bestemmingsplan De Pol, dat is een hamerstuk. Agendapunt 9, de regiodeal toe te voegen. En dan agendapunt 10, de rondvraag te maken. 11, sluiting. Akkoord. Akkoord. Daarmee is de agenda definitief gemaakt. Het spreekrecht bij de agendapunten. En dat spreekrecht gaat dan over agendapunt 7. Daar hebben zich 3 insprekers gemeld over de zonneparken. De heer Souwman, de heer Siebesma en de heer Reinders, als ik het goed heb. Ja, dat klopt. Ook in die volgorde. En ik zou als eerste willen uitnodigen de heer Souwman om te spreken. En ik noem toch nog maar even de procedure, want volgens mij een aantal van u kent die al, ook van de insprekers van de vorige keer. U heeft 5 minuten maximaal en het verzoek is om daarna nog even te blijven staan, want het kan zijn dat er nog vragen vanuit de raad komen. Dus Souwman, welkom. Het woord is aan u. Ja. Dag. Ja, hallo. Ja, nu doet hij het goed. Onttrekken landbouwgronden. Als eerste willen we dat de gemeente dat alternatieven onderzoekt, ondersteunt, waar geen landbouwgronden worden onttrokken voor de komende 40 jaren. We denken aan Zandwindplaats Kollendoren, Gat van Joosten, Zandwindplaats Kloosterade, een heel goed initiatief wat recent in de krant is geweest, parkeerplaats Evenementenhal, gemeentelijke gebouwen en busvijvers. Indien hiervoor geen ontwikkelaar bereid is om deze alternatieven van de Novus te indien hiervoor geen ontwikkelaar bereid is, dan de alternatieve locatie van de Novus te bekijken. Deze heeft geen kans gehad. De Novus hebben LZ Energy deze alternatieve locatie aangedragen om daar studie en onderzoek naar te doen. De parkaanleg is in tegenstrijdigheid met provinciaal beleid. Het plan voldoet niet aan de voorwaarden van de provincie. De advocaat, welke door een aantal omwonenden in de arm is genomen, heeft dit aangegeven op 7 mei. Het betreft niet gebiedseigen, het is gebiedsvreemd. Schaal van de impact van de ontwikkeling en de impact omgeving dient het initiatief het eigen belang of ook de maatschappelijke belangen. De plannen van LZ Energy voldoen niet aan deze voorwaarden van de provincie, hoewel binnen de gemeente de overtuiging is dat het beleid van de provincie achterhaald is. Dit is voer voor de juristen van de beide partijen waar een uitspraak over gevraagd moet worden bij de betrokken rechterlijke macht als de vergunning aangevraagd wordt. Melding door LZ Energy dat het plan gewoon doorgaat, ondanks protest. Op 27 februari is door LZ Energy verteld in een bijeenkomst dat het plan ondanks de protesten in inspraak gewoon doorgaat. Het was een beklonken zaak tussen de gemeente en LZ Energy. LZ Energy meldde dat bij deze bijeenkomst dat het park alleen financieel gebouwd kon worden als er in dit najaar meegedaan kon worden aan de subsidieaanvraag bij het Rijk, de zogenaamde SDR+. In het rapport van LZ Energy wordt aangegeven dat het ontwerp is aangepast in overleg met omwonenden, maar dat is niet waar. De omwonenden hebben aangegeven dat het een park in deze omgeving niet past. Echter is er één omwonende die eerst tegen aanleg van het park was, wiens wensen vervuld zijn. Daarnaast heb ik een correctie-informatieverstrekking door de wethouder aan de raad betreffende verliesontwikkelingskosten door LZ Energy. In de raad werd door de wethouder gemeld dat Ennexis kosten in rekening gaat brengen als het plan niet doorgaat bij LZ Energy. Dat zou een groot bedrag zijn en werd gemeld van €300.000. Normaal is de procedure dat een aanvraag komt van de ontwikkelaar bij Ennexis. Deze geeft een opgave van kosten en ontvangt een opdracht van de ontwikkelaar. Nergens blijkt dat er door LZ Energy een opdracht heeft verstrekt aan Ennexis om een aansluiting te maken. Of heeft de gemeente opdracht gegeven aan Ennexis? Wel heeft de LZ Energy kosten die normaal horen bij een normaal risico van het ondernemerschap als er geen vergunning verleend wordt voor de aanleg van een park. De kosten zijn niet de bedragen die de wethouder verteld heeft in de raad. Het betreft voornamelijk het maken van een plan en 2 invulavonden en lobbyuren. Wel is het vreemd dat de gemeente het initiatief neemt voor een private ondernemer voor onderzoek bij Ennexis om zorg te dragen dat de private ondernemer zijn plan kan realiseren, maar geen enkel onderzoek bij de private ondernemer doet als deze zijn invulavonden houdt. Geen verificatie doet op de weergave van de bevindingen van de avond in de rapporten. Mijn mening is dat BMW niet serieus omgaat met de meningen van de burgers. Inspreekrecht van de heer Reinders op 7 mei. In zijn spreekrecht benoemde hij speciaal zijn gronden aan de vecht aan de gemeenteraad. Wat bedoelde hij hiermee, dacht ik. Heeft dit te maken met de ontwikkeling van een nieuwe inrichtingsgebied langs de vecht? Heeft hij gronden in handen die ik als wisselgeld benoem? Gebruikt hij om bij de gemeente het zonnepark te realiseren?
Heeft de gemeente gronden hiervan nodig? Sociaal return. Bij navraag blijkt dat momenteel de meeste zonneparken door buitenlandse bedrijven worden geplaatst. Voornamelijk Portugezen en Duitsers. Daarnaast wil ik nog even de poll van de Stentor even aangeven. Daar is een onderzoek geweest door de Stentor en daar heb ik een melding van 12 mei. Moeten, en dat is jammer genoeg, daar hebben ze alleen maar ja of nee in gezet. Moeten de zonneparken in Hardenbergen komen? Ja, het zijn groene plannen, 5%. Nee, we moeten op zoek naar alternatieven, 95%. Gemeenteraad, u moet vanavond een stem uitbrengen. Mijn vraag, luister naar uw burgers en neem wel overwogen een besluit welke niet haast en onvoorzichtig wordt genomen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Sauman. In een razend tempo heeft u uw bijdrage geleverd, maar het was duidelijk. Dank daarvoor. Ik kijk even rond of er nog vragen zijn. Ja. Mevrouw Verschuur en de heer Roelofs. Ik begin bij de heer Roelofs. Dank u wel, voorzitter. Meneer Sauman, dank weer voor uw verhaal. Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar een onderdeel wat u vandaag niet noemde, maar de vorige keer in de oriënterende ronde wel. En dat gaat even over de handtekeningenactie die u heeft gehouden. Ja. Dat riep nogal wat vragen op hoe dat proces nou is verlopen. Zonder al te technisch te worden, maar er staan ook heel veel handtekeningen op van mensen die ogenschijnlijk niet direct bij het park betrokken zijn en er ook niet direct nadeel van zouden kunnen ondervinden. Vandaar dat ik daar graag iets meer over zou willen weten. Ja. Dank u wel. Nou, hoe is het gegaan, deze handtekenactie? Het is een spontane handtekenactie geweest. Het is een groep mensen geweest die de gebieden ten zuiden van het park bij huis langs gegaan is. En het gebied wat aan de rand, en waar heel veel mensen gebruik van maken, aan de oostkant of noordoostkant van het zonnepark. Nou, wij hebben dat allemaal gerubriceerd in, ik heb tenminste in mijn bezwaarschrift heb ik aangegeven van hoeveel mensen dat zijn gegaan. Je kunt zien hoeveel mensen met een Magritte getekend hebben. Daarnaast, en even kijken wat we nog meer gedaan hebben. Je kunt het eigenlijk weer terugzien in het bezwaarschrift van hoe en wie waar getekend heeft in het overzicht. Daarnaast hebben wij spontaan op een zaterdagochtend gedurende 2 uur hebben twee dames gestaan. En er kwamen mensen uit Hardenberg Centrum, Luttem. Die heb ik even losgeweekt van de totaalstaat die op dit moment, die wij van de buurt, zullen we zeggen, die het meeste betrok, verzameld hebben. Die heb ik even apart genoemd, maar uiteindelijk kwamen we op 216 handtekeningen uit de buurt. Akkoord. Dank. Mevrouw Verschuur. Dankjewel, voorzitter. Ik had eigenlijk dezelfde vraag als meneer Roelofs. Maar eigenlijk wil ik nog een kleine verdieping daarin aanbrengen. Want ik hoor u zeggen van die handtekeningen, hoe die tot stand zijn gekomen. Maar heb u er ook een beeld bij van, want bijvoorbeeld aan de Olsmansdijk wonen 8-9 huishoudens. Ja. Is het dan dat die 8-9 handtekeningen die ervoor staan, is dat dan per huishouden 1? Of is dat per huishouden 4 personen? Het is afhankelijk van hoe de bewoning is van het huis. Het kan zijn 1, het kan zijn 2, het kan zijn 3. Ja. Dit voldoende? Is voldoende. Ja. Akkoord. De heer Rodemond. Maar mag ik even even, als je kijkt naar de poll, dan praat je dus over totaal, 3100 mensen die tegen zijn. Als je dat vergelijkt. Ja? Ja, kunt u dat nog even weer herhalen? Als je kijkt naar de poll die in de Stentor gehouden is, dan praten we over 3100 mensen die tegen het gestelde staat, die tegen het zonnepark is. En dat zijn mensen die gevraagd zijn in de buurt van, wil je stemmen? En er zijn geen 3100 mensen die zomaar even een handtekening zetten. Nou, je kunt het misschien een keer door. Ja. Nee, ik begrijp het hoor, die 3100. Het is voor mij alleen wel heel erg goed om te weten van waar heeft die 3100 dan en waar wonen deze mensen? Hebben nou, we dan kunt dat met IP-adressen rondom... kun je dat zo opvragen. Maar uiteindelijk, stel ervoor, dat zijn allemaal mensen die uit de buurt zijn, die gevraagd zijn om te stemmen. Het zijn mensen uit Hardenberg, zijn mensen van vrienden die zeggen van, joh, gaan jullie daar een zonnepark, laten jullie daar een zonnepark installeren? En die hebben ook gestemd. Ja, nee. Maar bedoel, ik heb daar geen IP-adressen van. Dat mag ook niet, hè. Akkoord. Is goed, dankjewel. Ja.
Maar wel 3100. De heer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Meneer Sauman, u heeft een behoorlijk pleidooi. Volgens mij heeft u 10 minuten in 5 minuten kunnen proppen sneller te spreken. Okay. Mijn complimenten daarvoor. Ik neem even voorzichtig aan dat u niet groot voorstander bent van het initiatief om zonnepanelen plaatsen. Dat zeggen we niet. Ja. Dat zeg ik niet. U zegt in ieder geval dat u wil kijken of onttrekken van landbouwgronden wel zo wijs is en dat er nog alternatieven zijn op het gebied van zandwindplaatsen, parkeerplaatsen, gemeentelijke gebouwen, etc. Waarbij ik u wil meegeven dat wij juist hebben gevraagd aan onze samenleving om met initiatieven te komen. Al dan niet gesteund door bedrijven die dan die initiatieven ook daadwerkelijk kunnen uitvoeren. En dat er ook een verdienmodel voor de boeren is op dit gebied. Hè. Dat is ook wel her en der in de nieuwsmedia terechtgekomen. En ook in gesprekken die wij voeren met boeren. Die zien heus wel een nieuw verdienmodel in plaats van agrarisch gewas. De zon als punt. Waarbij je dan ook nog eens een keer ziet dat er ook onderzoeken zijn. Ik ontken niks van wat u zegt, maar er zijn ook onderzoeken die zeggen van we vernietigen daarmee met zonneparken geen landbouwgrond per se. We maken er gebruik van en we kunnen ook onder die panelen wel het een en ander doen. Nou, dat gezegd hebbende. Mag ik even interruperen? Als u kijkt naar het ecologische rapport die recent in Trouw is geweest, is het na 25 jaar is het gewoon dood. Ik hoor u zeggen, en de Wageningen Universiteit heeft een ander rapport weer. Voordat we hier een discussie gaan krijgen, wilt u tot de vraag komen. Voorzitter, ik kom tot de vraag. U heeft het over de belangen, namelijk voor de samenleving. En u kiest daar in uw pleidooi voor belangen van initiatiefnemers, financiële dan, tegenover belangen voor de samenleving. En ik vraag me af, ziet u dan niet de belangen voor de samenleving in de breedte? Dus voor zowel de boeren die hun gronden ter beschikking stellen, als voor de mensen die energie moeten gebruiken, ondernemers, inwoners, et cetera. Die belangen, daar lijkt u enigszins aan voorbij te gaan. Of ziet u nog kansen voor Hardenberg om die belangen wel te bewaren? Ik denk dat u dat verkeerd ziet. Ik zie toch mogelijk in een zonnepark, alleen niet op deze locatie. Dat hebben wij, en daardoor is er ook een alternatief aangewezen. En dat alternatief is niet voldoende onderzocht. Omdat er een bepaalde druk zit in verband met de SDP-plus-regeling. Om daar voor deze, de weg die gekozen is, om daar die uit te rijden. Alleen het is voor ons een doodlopende weg. Akkoord. Daarvoor is er dus een alternatief aangeboden. Akkoord. Dat is mij helder, dank u wel. Ja, duidelijk, helder. Volgens mij zijn er verder geen vragen voor u. Nee, niet aan de orde. Dan wil ik u bedanken voor uw inbreng en de antwoorden op de gestelde vraag. Dank. Gaan we naar de heer Siebesma. Zit aan de rechterkant voor mij. Ook voor u geldt inspreekrecht 5 minuten maximaal. De microfoon staat al aan voor u. En wij krijgen een goede avond, een exemplaar. Dank u wel. Meneer de voorzitter, gemeenteraadsleden. Wilt u dicht bij de microfoon spreken? Dan kan iedereen u heel goed horen. Ik waag het om even af te wijken van mijn tekst. Gisteravond heb ik mijn zoon gevraagd om een stem uit te brengen in die poll vanaf zijn telefoon. En hij mocht van mij zelf kiezen waar die stem voor of tegen. Daarna heeft hij diezelfde poging nog eens gedaan vanaf zijn vaste pc. En ook dat lukte. Mijn vrouw heeft ook 2 keer haar stem uitgebracht. En ik zelf ook. Gisteren. Dus wat die poll nou precies voorstelt, ik weet het niet, maar je kunt dus onbeperkt je stem uitbrengen. Vriendelijk dank dat ik het woord mag voeren. Geachte gemeenteraad, ik acht u uitstekend in staat om in de wirwar van geluiden een wijze beslissing te nemen. En ik ga er ook vanuit dat die beslissing niet wordt bepaald door mager eigenbelang of op basis van onjuist gestrekte informatie. Immers, als besluiten onderhevig worden aan de belangen van enkelen, zal verduurzaming oneindig worden uitgesteld. Maar toch wil ik u een vriendelijk verzoek doen als burger van Hardenberg.
Op dit moment is beslissen over verduurzaming van je woning of de omgeving een beslissing die niet zonder risico's is. Er zijn heel veel onbekende factoren. En de meest kritieke daarvan is de aarzelende houding van de overheid tegenover consequenties en financieringsmogelijkheden. En de onbekendheid met de verplichtingen die ons binnenkort vanuit het klimaatakkoord worden gepresenteerd. Daarnaast zal er ongetwijfeld sprake zijn van technische ontwikkelingen die betere oplossingen bieden dan die van vandaag. En ook dat kan tot voortdurend uitstel leiden. U hebt aan de voorliggende projecten duidelijke voorwaarden verbonden. Het is aan u vast te stellen of er nu op dit moment aan die voorwaarden wordt voldaan op een transparante en correcte, concrete manier. Over het meeprofiteren van Hardenberg en Hardenbergers mag geen twijfel bestaan. Het kan en mag niet zo zijn dat achteraf blijkt dat de invulling van uw voorwaarden flinterdun bleek en niet waargemaakt worden. Om nou iets preciezer te zijn, het deel dat aan de lokale gemeenschap ten goede moet komen, moet binnen de energietransitie passen. Dat is iets heel anders dan een postcode roos coöperatie die deelnemers slechts de mogelijkheid biedt de btw over de afgenomen elektriciteit terug te krijgen. Maar dan met uitzondering van daarover geheven belastingen en rechten. Eigenaren, ontwikkelaars van zonne- en windprojecten krijgen zowel een, in mijn ogen, een inspannings- als een resultaatverplichting opgelegd om de lokale gemeenschap werkelijk van zulke projecten te laten meeprofiteren. Zij zullen dus ook zelf stappen moeten zetten in die energietransitie en in toezeggingen aan de lokale gemeenschap. Dat is maatschappelijk draagvlak creëren. En zulke zaken horen zwart op wit te staan. Er moet ook volstrekte duidelijkheid zijn over de consequenties, financiën, termijn, terugverdientermijn van participatie in een zonneveld. En voor direct belanghebbenden en betrokkenen in de omgeving. Hoe lang is zo'n zonnepark daar? Wat gebeurt er met de grond als het, die periode erop zit? Wat kunnen we dan nog met die grond? Enzovoort. Juist omdat de techniek van morgen in principe altijd een verbetering is ten opzichte van die van vandaag, zou ik de Raad adviseren niet bang te zijn nu een beslissing te nemen over wat voor ligt. Los van persoonlijke belangen of mogelijke risico's voor verkeerde keuzes. Immers, er is altijd een morgen met betere oplossingen en technieken dan die van vandaag. Daarnaast zou ik de Raad en de wethouder willen vragen werk te maken van het volgende. Even vanuit eigen standpunt gezien, zorg nou dat er voor de burgers van Hardenberg een informatiepunt komt waar zij steeds op basis van de meest actuele kennis van zaken informatie kunnen inwinnen over goede vormen van verduurzaming van hun woning. Betrek daar ook de ondernemers van Hardenberg bij. Daar zit heel erg veel kennis. Zodat de hele gemeenschap kan profiteren van dat informatiepunt. Zo'n informatiecentrum of bureau beschikt ook over de juridische en financiële kennis die nodig is om burgerinitiatieven op het vlak van energietransitieprojecten te ondersteunen. Zo'n centrum maakt ook delen uit van de kennisinfrastructuur die op dit terrein in de provincie en daarbuiten bestaat en dan verder wordt opgebouwd. Een voorbeeld van zo'n advies dat daar van zo'n bureau zou kunnen komen is: investeer nou zoveel mogelijk in het isoleren van je eigen woning voordat je zelf bezig gaat met het opwekken van elektriciteit. Dat zou stap 2 moeten kunnen zijn. Dat is direct beter voor je eigen portemonnee. Wilt u committeer je nou als gemeente zo aan het belang van de verduurzaming op een effectieve manier samen met de burgers van Hardenberg. Zo kunnen we er mijns inziens zorg voor dragen dat in 2030 meer dan de nu voorgenomen 30% verduurzaming wordt gehaald. Aan het opzetten van zo'n informatiepunt zal ik en anderen met mij, zo ik dat nu weet, zeker met inzet en een beroep op deskundigheid in Hardenberg van harte bijdragen. Juist omdat we hier in Hardenberg niet alleen maar boe roepen. Dank u wel, meneer de voorzitter. Dank u wel, meneer Siebesma.
voor uw betoog en uw aanbod om zelf daadwerkelijk te gaan helpen. Ik kijk even rond in de richting van de raad. De heer Bak, zie ik opmerkbaar of een vraag stellen. De heer Kuipers, de heer Bak. Dank u wel, voorzitter. Ik ga geen vraag stellen, maar een opmerking maken. Dank voor uw gebalanceerde verhaal en uw oproep om het samen met de burgers in Harderberg te doen. En het niet alleen bij boete houden, maar samen de handschoen op te pakken. Dank voor het gebalanceerde verhaal. De heer Kuipers. Dan sluit ik me bij aan. En ik wil u ook bedanken voor het idee voor een informatiepunt voor, over verduurzaming van woningen. Ik zal dit zo ook even vragen aan de wethouder. Dank u wel. En de heer Rodemond had zich ook gemeld. Nou, dan houden we het bij gejuich, meneer Siebesema. Er is altijd een morgen. Fantastische kreet. Uw pleidooi voor een informatiepunt, daar sluit ik me ook volledig bij aan. En als de heer Kuipers het onverhoopt vergeet, dan zal ik zeker dat ook onder de aandacht brengen. Wel een vraag daarover. U zegt een informatiepunt voor verduurzaming van woningen, voor dus inwoners. Ziet u ook daarin mogelijkheden om ook bedrijven daar naartoe te trekken? Natuurlijk. Want verduurzaming van bedrijven is natuurlijk ook een opgave nog. Hè? Alles wat mooier is dan 30% moet je ja tegen zeggen. Exact. Akkoord. Dank u wel in ieder geval. Akkoord. Geen vragen meer voor u. Dan wil ik u hartelijk danken voor uw inbreng. En gaan wij naar de laatste spreker bij dit agendapunt, ook over de zonneparken, de heer Reinders. Ook voor u staat de microfoon al klaar en ook voor u geldt 5 minuten. Dank u wel, voorzitter. Leden van de raad, graag college. Vanmiddag kreeg ik een telefoontje uit Engeland van Georg van den Berg van LC Energy. De vliegtuig was vertraagd. Het leek hem toch goed als er nog ingesproken werd met het verzoek daarbij aan mij om dat te willen gaan doen. Hij is wel zojuist hier gearriveerd, maar ik ben vanmiddag aangemeld als inspreker. En het zal dan ook duidelijk zijn dat een aantal zaken die ik hier vanavond nu benoem, door mij door hen zijn aangereikt. In uw vergadering van 7 mei heb ik als grondeigenaar ingesproken betreffende het zonnepark Sunneveld. In deze raadsvergadering werden vragen gesteld betreffende de maatschappelijke meerwaarde van het plan. Ik wil hierbij nog eens enkele van deze maatschappelijke meerwaarden benadrukken, waarbij ik opmerk dat de belangrijkste maatschappelijke meerwaarde is dat met dit plan duurzame energie wordt opgewekt. Belangrijk uitgangspunt van het plan daarbij is dat er naar gestreefd is om de impact van het zonneveld om de omgeving zo beperkt mogelijk te houden. Hiertoe wordt de constructie met panelen maar 1,54 meter hoog. En worden de panelen aan het zicht onttrokken door brede landschaps- en natuurstroken. Wat betreft natuur en landschap. Aan de noordzijde van het plangebied, bij de Westeindige Dijk, geldt de provinciale beleidszone ondernemen met natuur en water. Met dit plan wordt deze natuurzone daadwerkelijk ingevuld. En wordt invulling gegeven aan de provinciale opgave om natuurgebieden met elkaar te verbinden en uit te breiden. Deze zone langs de noordzijde wordt, aansluitend op de bestaande natuurstrook en de bomen langs de Westeindige Dijk, ontwikkeld tot mantel- en zonvegetatie met een poel. Het natuurlijke karakter dat deze zone krijgt is permanent en zal ook na afloop van de vergunning voor het zonneveld behouden blijven. Om de werking van de verbinding van deze strook verder te versterken, is ontwikkelaar LC Energy bereid een fauna-uittreedplaats te realiseren in het kanaal. Daarnaast wordt ook de rest van het plangebied landschappelijk en natuurlijk ingericht. Er worden singels aangelegd en de houtwal met oude eiken in het plangebied wordt permanent versterkt. De totale landschappelijke en natuurlijke inrichting betreft ruim 30% van het totale plangebied. En al deze landschappelijke en natuurlijke elementen worden aangesloten op de provinciale zone ondernemen met natuur en water. Het plan heeft daarmee een grote ecologische meerwaarde. Deze zeer forse investeringen in landschap en natuur zijn relatief groot en zal zeker niet onderdoen voor andere parken. Hoe kunnen omwonenden profiteren? Ik noem een aantal regelingen. De 50% participatieregeling. LC Energy biedt omwonenden de mogelijkheid om 50% van het vereiste eigen vermogen te investeren via een speciaal hiervoor opgericht fonds, gericht op rendementspercentage van 4-6%. De postcode-roosregeling. LC Energy stelt tot maximaal 10% van het zonnepark beschikbaar voor een postcode-roosregeling.
project met een lokale energiecoöperatie. Een korting op PV-systemen. LC Energy zal aan omwonenden, onder andere wonenden in de wijk Baaldeveld, de gelegenheid bieden om tegen gereduceerd tarief een PV-systeem voor een dak aan te schaffen bij een lokale installateur. LC Energy vergoedt deze korting uit schaalvoordelen die zij realiseert op de inkoop van zonnepanelen. LC Energy zet deze schaalvoordelen één op één door naar de lokale installateur. En ze gaat zelf ook actief op zoek naar die lokale installateur. Onderwijs is een cruciaal onderdeel van de energietransitie. En LC Energy streeft naar leerkansen te creëren bij het zonnepark. Ze zal daartoe rondleidingen geven aan omwonenden, belangenorganisaties en schoolkinderen. Laatste puntje, werkgelegenheid. Tijdens de bouw van het park en tijdens de daaropvolgende exploitatie van het park zal altijd de voorkeur gegeven worden aan lokale bedrijven. Waar mogelijk kiest LC Energy voor de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doet zij op basis van SROI, Social Return on Investment, via lokale sociale dienstverleningen. Deze mensen kunnen worden ingezet voor de aanleg van het park, omheiningen, grondwerk, beveiliging, huisvesting en catering voor werknemers tijdens de bouw en beheer van het park. Uit de opgesomde punten blijkt de grote maatschappelijke meerwaarde van het project. Ik dank u voor uw aandacht. Dank u wel, meneer Reinders, voor uw inspraak, toelichting. Ik kijk even rond of er vragen zijn. De heer Rodemond. De heer Roelofs. De heer Rodemond. Aan u het woord. Voorzitter, dank u wel. Meneer Reinders, in ieder geval dank voor uw inspraak. Ook omdat een vorige spreker het had over het onttrekken van landbouwgronden, ben ik natuurlijk benieuwd. U stelt grond beschikbaar voor dit plan. Of u de angst op een of andere manier deelt dat uw landbouwgrond op een of andere manier later, als dit verhaal is afgelopen, in die zin minder waard is, minder waardevol is, omdat het toch wat minder vruchtbaar is geworden. Heeft u daar een beeld bij? Ja, Wageningen Universiteit doet er onderzoek naar. Ik kijk gewoon met mijn domme boerenverstand naar van wat er gebeurt als ik een oud schuurtje afbreek. En die grond die daaronder vrijkomt, die ziet dan ineens weer zonlicht. En dan sta ik er verbaasd van wat er binnen kortst mogelijke tijd weer groeit. Dus ik ben er absoluut niet bang voor. Voorzitter, als ik nog één aanvullende vraag mag stellen aan de heer Reinders. Dank u wel. Als u een opsomming maakt voor die hele maatschappelijke waarde die dit plan heeft op het gebied van ecologie, de participatie, het onderwijs, werkgelegenheid. Dit lijkt bijna op een partijprogramma van een willekeurige partij, zou je bijna denken. Maar dan nog, denk ik van, u ziet ook de tegenstand tegen zo'n plan. Hoe ervaart u dan de gesprekken die u bijvoorbeeld voert met verschillende partijen rondom dit plan? Als het gaat over tegenstand, voorstand, et cetera. Dat lijkt zo ver uit elkaar te liggen. Horen mensen elkaar wel? Dat is eigenlijk ook een vraag van meneer Roelofs, die de vorige inspraakronde is blijven liggen. We hebben in die beginsituatie zijn we direct in gesprek gegaan met de directe aanwonenden. Dat hebben wij ook verteld in de rondes die we langs de fracties hebben gemaakt. In het tweede gedeelte van dat proces, toen we signaal ontvingen hier op gemeentehuis dat wij met de planontwikkeling verder konden gaan, toen hebben we nagedacht van wie moeten we hoe nu bereiken. En we hebben ervoor gekozen om een advertentie in de toren te zetten bij die inloopavonden om zoveel mogelijk mensen te bereiken. We hebben de direct aanwonenden persoonlijk uitgenodigd. En we hebben heel Baaldeveld, hebben huis aan huis een uitnodiging in de bus laten glijden. We hebben die eerste avond ongeveer 70 mensen mogen ontvangen. En de tweede inloopavond, toen hebben we dezelfde procedure weer gevolgd. We hebben geschat ongeveer, toen was er minder belangstelling, hebben we ongeveer 50 mensen gehad. Ja, wat voor consequenties dat je gevolgtrekking eruit moet halen, dat laat ik aan u over. We hadden die tweede avond ongeveer een 10 mensen die een geel hesje aan hadden. En de rest waren belangstellenden en die wouden kijken of de informatie die zij wilden hebben, of ze die konden vinden, de opmerking die ze de eerste keer gemaakt hadden, of die meegenomen waren.
We hebben plezierige gesprekken daar gevoerd. Ik heb zelf aan de zijkant gezeten. Ik heb gewoon op afstand gevolgd. Geen rare situaties daarmee gemaakt. En de gesprekken zijn, zover ik mij kan herinneren, steeds zeer open geweest. Waar ik wel even wil opmerken, waar ik me over verbaasd heb, dat een inspreker hier zei dat er gezegd was op de eerste inspraakavond dat het een gelopen race was en dat LC Energy al dezelfde kat, dat het kat en bakkie was. Nou, zo heb ik dat nooit ervaren. En ik kan mij niet voorstellen dat een gedegen partij die met zo'n proces bezig gaat, dat op zo'n inloopavond verkondigd. Ik heb er met verbazing naar geluisterd. Akkoord, dank u wel. Ik ga naar de heer Roelofs. Dank u wel, voorzitter. Met het risico dat u mij wederom verwijst naar meneer Van den Berg, zou ik als inleiding willen zeggen, eigenlijk tegen meneer Van den Berg, dan via u, omdat u hier staat. Als hij zich voor de vergadering had aangemeld, had hij alsnog kunnen inspreken. Dan ga ik toch mijn vragen stellen, in de hoop dat u daar een of meerdere van zou kunnen beantwoorden. De eerste, en die is wel dat is een onderwerp wat u eigenlijk elke keer speelt, en dat gaat over die netwerkaansluiting. En mijn concrete vraag is, zijn de werkzaamheden al begonnen om het net uit te breiden, om het eventuele zonnepark op uw terrein in de toekomst aan te kunnen sluiten? Die vraag kan ik niet beantwoorden. Misschien wil meneer Van den Berg is aanwezig. Misschien kan hij dat vanaf de publieke tribune doen. Meneer Van den Berg, als u daar een antwoord op kunt en wilt geven, kort, dan kunt u dat doen. De werkzaamheden zijn nog niet begonnen. Akkoord. Meneer Van den Berg zegt vanaf de publieke tribune dat de eerste helft van de werkzaamheden wel betaald is, maar nog niet, de werkzaamheden zijn nog niet begonnen. Ik herhaal het even, zodat ook mensen thuis dat kunnen horen. Akkoord. Dat heeft u andere vragen nog in de rol? Jazeker. Nog wel een heel stel, maar een aantal bewaar ik voor de wethouder. Wat ik wel belangrijk vind, is omdat u hier ook als vertegenwoordiger van het project staat, en omdat ik die vraag niet aan meneer Van den Berg kan stellen, u noemde al het onderdeel het inschakelen van lokale ondernemers, het inschakelen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En wat ik elke keer in die voorwaarden lees, is de vrijblijvendheid. En dan is mijn concrete vraag aan u, hoe belangrijk vindt u het zelf dat lokale ondernemers een onderdeel kunnen zijn van dit project? Want als ik het namelijk financieel bekijk als ondernemer, dan denk ik dat onze lokale ondernemers, onze lokale installateurs nooit op kunnen tegen de prijzen die buitenlandse partijen gaan leveren. Dus vandaar mijn vraag, hoe belangrijk vindt u het zelf dat lokale ondernemers hier een bijdrage aan kunnen leveren en ook de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Ik vind dat heel belangrijk. Maar nog veel belangrijker vind ik dat als ik met iemand afspraken maak, dat mensen zich eraan houden. Ik ben gewend om mensen recht in de ogen te kijken, afspraken te maken en dan moet men zich daar ook aan houden. En als een bedrijf dit soort zaken op papier zet, dan ga ik en moet je er ook van uitgaan dat ze zich eraan houden. Voorzitter, akkoord. Kleine aanvullende vraag op de afgelopen vraag misschien. Ter verduidelijking van wat ik heb gehoord ook. Ja, als akkoord. Ik mag. Akkoord. Dank u wel. Meneer Reinders, meneer Roelofs brengt mij enigszins in verwarring door zijn vraag. Maar klopt het dat ik u heb horen zeggen dat vanuit het project de voorrang wordt gegeven aan lokale ondernemers en ook een voorrang wordt gegeven aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Ik heb volgens mij die woorden u horen zeggen. Klopt dat? Dat kan. Dat klopt. Ja, akkoord. Dank u wel. Akkoord. Voldoende zo? Op dit moment geen vragen meer voor de heer Reinders? Nee. Ik constateer dat het niet het geval is. Dan wil ik u bedanken voor uw inbreng en de antwoorden op de vragen die vanuit de raad tot u zijn gekomen. Dank daarvoor. Daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van dit agendapunt in de zin van het spreekrecht. Er hebben zich geen andere personen gemeld, ook nu niet. Dat betekent dat we dit agendapunt afhameren en doorgaan naar agendapunt 5. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 7 mei jongstleden. Geen opmerkingen binnengekomen. Daarmee kunnen we de besluitenlijst definitief maken. Dat is het geval. Akkoord, dank. Brengt ons bij de bespreekstuk van vanavond. En dat is er nog één bespreekstuk. Agendapunt 7 staat hier nog geagendeerd.
de zonneparken die aan de orde zijn en waar de insprekers net over hebben gesproken. Mag ik ervan uitgaan dat iedere fractie daar iets over wil gaan zeggen, dat is het geval. Dan doe ik dat ook op volgorde van grootte. En ik stel voor dan maar te beginnen bij de fractie van het CDA. Het woord is aan de heer Roelofs. Voorzitter, dank. Wij zijn als raadsleden hier gekozen om keuzes te maken. En die keuzes maken wij voor de hele gemeente. En vandaag ligt er een voorstel dat ons als CDA-fractie best voor een moeilijke keuze stelt. Laat ik hem er gelijk maar in gooien, dan hebben we dat deel vast gehad. Mocht iemand er vragen over stellen. We gaan samen voor duurzaamheid. En die ambitie die delen we met z'n allen. De stelling die wij daarbij hebben is dat het inzetten van landbouwgronden hiervoor zeker niet onze voorkeur heeft. We roepen altijd, we zijn daar terughoudend in. Dat wil niet zeggen dat er nooit niks op landbouwgrond zou kunnen gebeuren. Maar alleen als er geen andere goede opties zijn. En dat heeft u altijd van ons gehoord, dus we zijn consequent in onze lijn. Wat wij zoeken in het voorstel is balans. En die balans zoeken we niet alleen voor de korte termijn, dus niet alleen voor vandaag, maar ook voor de verre toekomst. En we hebben het hier ook over plannen die tot over 20, 25 jaar effect hebben binnen onze gemeente. Dus dat is het waard om zorgvuldig af te wegen. En de afweging die we vandaag maken is of we een drietal omgevingsvergunningen ter inzage gaan leggen. En dat is de volgende stap om te komen tot zonneparken op meerdere plekken in onze gemeente. Al eerder stelde als raad dat we deze plannen nog een keer wilden zien. Ze mochten niet zo langs ons heen, ze mochten niet zomaar gerealiseerd worden. En dat was gelijk onze onrust. Wat gaan we doen? Waar staan we voor? En dat is eigenlijk de inleiding tot het stuk dat we op zoek zijn naar een visie. Waar gaan we nou met elkaar naartoe? En hoe past deze stap nou in die totaalvisie? En wanneer gaan we die stap maken en wanneer wachten we? En volgens mij zitten we op die discussie. En die keuze zouden we graag willen maken op alle beschikbare informatie. En mede daarom zijn we altijd blij met de mensen die komen inspreken, ook vandaag weer. Waarvoor nogmaals mijn dank en waardering. Zonder u kunnen we niet zulke goede keuzes maken als we nu kunnen. En ook al komen die meningen niet overeen, we horen graag voor- en tegenstanders. En uiteindelijk maken wij dan de afweging waarin we ervan uitgaan dat u allemaal daar recht in doet. We hebben 4 criteria, we hebben 3 plannen. En waar als CDA-fractie hebben we bij 1 van die plannen onze twijfels. En de reden, voorzitter, is dat wij zorgvuldig willen omgaan met de diverse belangen die spelen. En dan terug naar die balans. En die balans moet altijd gaan voor de snelheid van de realisatie van dit soort projecten. En wanneer er dan subsidies op de planning staan, wil ik minder relevant dan het zorgvuldig afwegen van de kaders en hoe de diverse plannen daarin passen. En die zorgvuldigheid vraagt om een nadere uitwerking. En die nadere uitwerking wordt veel over gesproken, is er nog niet, willen we met z'n allen aan werken? En dan is de vraag in welke volgorde gaan we dat doen? Gaan we dan nu door met als hoop dat we op korte termijn tot die visie komen? En gaan we dan toekomstige plannen koppelen aan die visie? Of moeten we dat vandaag al doen? Want ook na vandaag gaan we verder om die doelen te halen. En daarmee willen we rekening houden met de zonneladder, hij is hier vaker genoemd. En die totaalvisie op het gebied van duurzaamheid. En daar heb je hem weer. En hij zit op dit moment alleen nog maar in mijn betoog. En hij bestaat nog niet. Dat is een belangrijk probleem. We gaan voor duurzaamheid, maar wel in combinatie met rentmeesterschap. En dat betekent dat wij de wereld beter achter willen laten voor onze kinderen dan wij hem hebben gekregen. En dat blijft bovenaan staan. En dit soort projecten bieden niet alleen maar uitdagingen en problemen, maar er zitten ook zeker kansen in. Er zitten kansen voor maatschappelijke initiatieven, zoals coöperatieve verbanden. Meneer Jonkhans heeft er al zijn motie over ingediend. Er werd vandaag ook weer naar verwezen. En buurten die samen hun energievoorziening gaan regelen. En daarmee heb je de kans om de leefbaarheid in wijken grootschalig aan te pakken. En daarmee gaan we samen over naar het gebruik van duurzame energiebronnen. Er staat vandaag wel wat op het spel. Vertrouwen van burgers en bedrijven in een overheid en in elkaar. En op korte termijn het draagvlak voor de klimaatmaatregelen. En daarom wil ik graag namens onze fractie een aantal vragen stellen. Als eerste is het goed om met elkaar nog eens te bespreken, wat besluiten we vandaag? En wat zijn de stappen die de projecten na vandaag moeten doorlopen? In hoeverre heeft de Raad vervolgens nog invloed op deze plannen, als de zienswijzen konden worden ingediend? En daarmee verwijs ik graag naar de motie van de VVD die eerder is ingediend, waarin staat dat bij het indienen van zienswijzers plannen altijd weer op tafel komen van de Raad. Dat zou ik hier graag nog even bevestigd willen hebben door de wethouder.
In onze kaders noemen we maatschappelijke meerwaarde. De insprekers hadden het ook al even over. In hoeverre zijn zaken als collectieve inkoopvoordelen voor inwoners, educatie, inschakelen van lokale ondernemers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt haalbaar? En wat doet u om te zorgen dat deze zaken concreet en meetbaar worden gemaakt? Is u informatie bekend of dit soort doelen of vergelijkbare projecten ingevuld konden worden? De lokale energiecoöperatie, ik noem hem al even. In een eerdere motie is al gevraagd op welke wijze de gemeente de lokale energiecoöperaties kan ondersteunen. In het plan van LC Energy staat bijvoorbeeld dat zij bereid zijn om te investeren in de vorming van een energiecoöperatie. Kunt u voor ons kort de stand van zaken schetsen op dit onderwerp? En wat is er met betrekking tot dit project gebeurd met de lokale energiecoöperatie? Specifiek voor ondernemers, dat is iets waar we eens over in discussie kwamen. Want wat in meerdere voorstellen staat, is we gunnen de mensen die in de buurt van een zonnepark wonen de inkoopvoordelen van de projectontwikkelaar. En dat wil zeggen dat die mensen PV-systemen tegen inkoopprijs kunnen kopen. Als we dan zeggen dat we zuinig zijn op ondernemers, dan moeten we toch zeggen dat we in onze eigen gemeente ook ondernemers hebben die PV-systemen aanbieden. Dus gaan we niet op deze wijze een oneerlijke concurrentie veroorzaken, waarvan we juist zeggen dat het een voordeel is. Die tegenstrijdigheid zou ik graag uitgelegd willen hebben. In de oriënterende ronde kwam meneer Maakal, dat is een jurist, met een aantal bezwaren op de voorliggende plannen. In het voorstel staat dat de provincie onder voorwaarden heeft ingestemd met het plan. Hoe verhoudt dit voorstel zich met de handreiking kwaliteitsimpuls zonnevelden van de provincie Overijssel? Dus zit daar een tegenstrijdigheid in of is die afstemming geweest? Voorzitter. Heer Bak. Meneer Roos, ik ben wat verwaard. Want u geeft aan dat u bij een van de velden twijfelt. En vervolgens stelt u een hele trits van inhoudelijke vragen, wellicht zelfs technische vragen aan het college. Ik ben heel erg benieuwd wat u daarmee wilt bereiken en wat de antwoorden voor u gaan betekenen in de weging van het vraagstuk dat voor ligt. Dank voor de vraag, meneer Bak. Als eerste denk ik dat de verwarring al nu het woord van deze avond wordt. Ik heb hem al vaker voorbij zien komen. En dat is volgens mij wel de kern van de discussie. Wat we namelijk met elkaar zeggen is dat we allemaal zoeken naar antwoorden en kaders om projecten aan op te hangen. En we zijn allemaal op zoek naar de inhoud om dat ook uit te kunnen leggen. We kunnen, en dan praat ik even voor ons als fractie, niet zomaar projecten accorderen en dan hopen dat ze later nog een keer in de kaders gaan vallen die we vaststellen. Dus dat het uiteindelijk in onze visie past. De heer Jongans wil daarop reageren. Ja, voorzitter. Ja, maar draagt u dan zelf niet bij aan die verwarring? Want u brengt nu een aantal inhoudelijke argumenten aan die net zo goed gelden voor de andere projecten. Daar worden ook voordelen in inkoop aangeboden. Daar wordt ook landbouwgrond gebruikt, tenminste tenzij u weet wat het andere gebruik is op die andere projecten op dit moment. Dus u draagt zelf bij aan de verwarring door één project apart te nemen en daar, nou ik zou bijna zeggen, op los te gaan. Dus kunt u die verwarring bij mij wegnemen? Misschien had u hem kunnen voorkomen door iets langer te wachten met uw vraag. Maar ik ga hem graag beantwoorden. Want het al dan niet enthousiast zijn over deze projecten gaat veel verder dan de onderdelen die ik net noemde. En dan kom ik graag tot de afsluiting van mijn betoog. En dan weet ik bijna zeker dat ik uw vraag daarin ga beantwoorden. Dus als u mij toestaat, maak ik mijn betoog af. Mocht u dan nog steeds met dezelfde vraag zitten, dan stel ik voor dat u hem opnieuw aan mij stelt. Dat akkoord is. Dan ga ik verder. We waren gebleven bij het netwerk. Een onderwerp wat hier al vaker is besproken. Vandaag kwam die ook weer langs. Vandaar ook mijn vraag via meneer Reinders en meneer Van den Berg. Wat is nou de status van dit project? De wethouder gaf al eerder aan dat stel dat dit project nu vertraging op zou leveren, dat het tonnen aan kosten zou betekenen voor de initiatiefnemer. Ja, dat bleef ergens maar zweven. Dus ik ben blij dat meneer Van den Berg hier was en indirect een antwoord mocht geven. Omdat we daar niet van overtuigd waren, hebben we zelf ook maar even contact gezocht met de netbeheerder. En dat is wel, het is wel relevant om je te beseffen hoe dit nou in elkaar zit. Hoe werkt dit nou bij zo'n netwerkaansluiting? En dan werkt het als volgt. Als je op een wachtlijst staat bij een netbeheerder, omdat je denkt eventueel ooit in de toekomst een zonnepark te kunnen realiseren, dan staan er geen kosten tegenover. Dus we beginnen op nul. Vervolgens zet je een handtekening bij de netbeheerder en als je die zet omdat je de intentie hebt om het zonnepark te realiseren, hebben we het over 10% van de kosten. Dan komen we op mijn vraag, zijn de werkzaamheden al begonnen? Want op dat moment, als werkzaamheden beginnen, dan word je gesteld voor de helft van de kosten van de offerte.
Die gaat de netbeheer hier dan in rekening brengen. En vervolgens, als het klaar is, krijg je de rest. Dus vandaar dat het wel relevant was, en hij is beantwoord door meneer Van den Berg, dat er 50% aan kosten betaald moesten worden of zijn. Dat maakt niet zoveel uit. Ik zou hem ook graag aan de wethouder willen stellen, dezelfde vraag. Dus zijn er op dit moment al werkzaamheden aan het net? Vinden er al werkzaamheden aan het net plaats om eventuele projecten in de toekomst te kunnen realiseren? De Jonkans heeft een vraag. Hierover. Maar voorzitter, dat doet toch eigenlijk helemaal niet de zaken? Want als meneer Van den Berg die investering doet, is dat voor zijn eigen rekening. Dus als hij dat doet en het park wordt niet gerealiseerd, is hij zijn geld kwijt. Bedoel, waar maakt u zich druk over? Dat is een bedrijfsrisico en dat neemt meneer Van den Berg blijkbaar. De heer Roelofs. Voorzitter, waar meneer Jonkhans zich focust op het halen van onze energiedoelen 2030... Nee, ik stel een vraag. Ik ben nog niet klaar met mijn antwoord, dus als ik hem even uit laat praten. Vinden wij het minstens zo relevant om in die afweging mee te nemen? Wat zijn nou de afwegingen waarbinnen wij onze beslissingen moeten nemen? Als het zo is dat een ondernemer hier forse bedragen heeft moeten investeren voor dit project, en hij heeft redelijkerwijs kunnen aannemen dat dat is omdat die projecten gerealiseerd gaan worden, dan is het relevant. En dan, al was het 10 euro, dat maakt niet zo heel veel uit. Het gaat me om het principe, hoe verloopt nou dit proces? Wanneer zeggen we nou tegen een ondernemer, gaat u maar investeren, want ga er maar vanuit dat alles goed komt. Dat vind ik relevant. En dat vind ik relevant voor de ondernemer, maar dat vind ik ook relevant om de afweging te maken van de belangen van de omwonenden. Dan hebben we het over draagvlak. De heer Rodman. Voorzitter, dank u wel. De heer Roelofs die heeft een vraag gesteld aan de initiatiefnemer. Via de inspreker, maar de initiatiefnemer zelf heeft ook beantwoord. Via de voorzitter dan weer. Maar goed, via heb ik volgens mij in deze raad een antwoord gekregen op uw vraag. Zijn al dan niet werkzaamheden gestart? U zegt dat dat relevant is. Daar kunnen we van over reden twisten of dat zo relevant is. Maar goed, dat gezegd hebbende, zegt u nu weer in uw bijdrage dat u twijfelt eigenlijk aan het antwoord. En dat u het nog eens een keer aan het college gaat vragen ter bevestiging. Zijn er werkzaamheden gestart, terwijl u een klip en klaar antwoord heeft gekregen. Als u het heeft over draagvlak en het meedoen met de samenleving en de politiek, dan zou ik u willen adviseren op zijn minst om niet een antwoord dat gegeven is in deze raad door een inwoner te betwijfelen en dan nog eens een keer voor de zekerheid te vragen op relevantie, omdat het antwoord u mogelijk niet bevalt. Meneer Rodemont, dank voor uw advies. Ik ga er geen gebruik van maken, want mijn vraag was namelijk een andere. De vraag was enerzijds hoeveel kosten initiatiefnemer al heeft moeten betalen. Dat is heel helder beantwoord vanuit de tribune. Mijn vraag aan de wethouder is, zijn er al werkzaamheden op het net gaande om eventuele zonnepark... Ik was nog steeds bezig met mijn antwoord, als u heel even geduld heeft. Nee, eigenlijk niet. Eerst de heer Roelofs. Dank u wel. Mijn vraag aan de wethouder is of er op dit moment al werkzaamheden gaande zijn op het netwerk. En dat leidt mij tot de visie waarin wij zeggen, op welk moment kan iemand er nou van uitgaan dat hij in de toekomst zijn project kan gaan realiseren. Dat is de kern van dit betoog. Ik snap en dat de kern. Kosten zijn betaald vind ik heel vervelend voor de initiatiefnemer. En daarmee hebben wij misschien wel de verantwoordelijkheid om te zeggen, zijn wij in de aanloop naar het maken van de kosten van de initiatiefnemer wel zorgvuldig genoeg geweest in de uitleg van hoe dit soort processen verlopen. Dat is waar ik naartoe wil. Als u daar een vraag over heeft, laat me komen. De heer Rodemont. Het hoeft niet. Nou ja, ik heb niet zozeer een vraag als wel een observatie, dat ik toch de heer Roelofs hoorde vragen. Zijn de werkzaamheden gestart? En daarop is een antwoord gegeven. En een antwoord was daarbij, er zijn kosten gemaakt. Akkoord. Ik stel voor dat we doorgaan. Vind ik een goed voorstel. Over de visie en over het proces. Wat duidelijk is, is dat de inwoners van onze gemeente zoeken naar antwoorden. Waar staan we nu? Wanneer kunnen mensen gaan investeren? Je hoort het een van de insprekers ook zeggen. Er zijn mensen die wel willen, maar denken, waar gaat het nou naartoe? Gaan we nou grootschalige projecten doen en is investering in mijn eigen woning wel goed? Waar heeft de gemeente een rol om mij te helpen en te stimuleren om mijn woning te isoleren? Of misschien moet ik wel zonnepanelen op mijn dak leggen, waar ook al heel veel moties hiervoor langs zijn gekomen. Mensen zoeken naar duidelijkheid. En misschien zorgen we wel voor snelheid in dit proces waar iedereen op zit te wachten. We hebben allemaal doelen, daar willen we allemaal naartoe werken. En misschien raken we die versnelling wel
maken we die versnelling wel beter. Op het moment dat we duidelijk zijn in wat kunnen mensen nou van ons verwachten. En wat zijn nou onze kaders. En hoe zitten projecten die u eventueel wilt gaan starten. Hoe vallen die nou binnen die kaders. En dat vind ik relevant. Dus dat is de kern van het betoog. Er is nog een hoop werk te verzetten. En u kunt op ons rekenen dat we meedenken en actief betrokken blijven bij deze initiatieven zoals u dat van ons gewend bent. En uiteraard sta ik graag open voor eventuele vragen uit uw raad en in eerste instantie van meneer Jonkans. Als de voorzitter dat toestaat. En de voorzitter kijkt naar de heer Jonkans. Ja, de heer Roelofs komt tot de kern van zijn betoog. Nou, daar zijn we altijd tuk op. Want dan is het ook snel afgelopen, hopen we dan maar. Maar goed, u zegt daarbij van ja, kijk, we hebben behoefte aan nieuwe kaders. Maar we hebben uitdrukkelijk aan dit project hebben we kaders meegegeven. We hebben gezegd, hier heeft u 4 kaders, daar moet u aan voldoen. College, we vertrouwen u als uitvoerend orgaan, vertrouwen we toe dat u dat goed doet. En dan legt u dat aan ons voor en dan geven we daar een oordeel op. En u begint nu weer over nieuwe kaders. Natuurlijk is er een afspraak dat er vanuit de coalitie dat er een doorkijk gemaakt wordt hoe we verder gaan. Maar dat zijn niet de kaders waar we hiermee zoeken. Dan had u dat in december aan moeten geven. Toen met het voorstel van met deze kaders kunnen wij niet leven. Wij willen de totale kaders hebben. Maar daar komt u nu mee. En daar kom ik weer op mijn vragen terug, want daar geeft u nog steeds geen antwoord op. U zorgt zelf voor verwarring. U verwijt het college verwarring veroorzaakt door dit voor te leggen. Maar u bent zelf degene die een stok in de spaken steekt. Heer Roelofs, wilt u daarop reageren? Opmerking. Laat ik beginnen bij het onderdeel snel afgelopen. Daar ben ik een tijdje op blijven hangen. Dat vind ik wel een interessante. En dat is eigenlijk, hoe vlieg je nou dit soort besluitvorming aan? U kunt ervoor kiezen om te zeggen, hey, een goed voorstel, het is duurzaam, we gaan voor 30% en dan is het bijvoorbeeld goed. Voorzitter, er zijn kaders meegegeven. Ik ben wederom niet uitgepraat. Heer Roelofs. Ik zou het waarderen als we onze beurt uit laten praten, doe ik ook bij u. Dus je kunt ervoor kiezen om te zeggen, we hebben doelstellingen en die zijn 30% 2030 en die gaan we halen. En wat er voor nodig is en of er nou bezwaren zijn, dat vind ik eigenlijk minder relevant. Of weeg ik minder zwaar dan de doelstelling. Dat kan, daar kun je voor kiezen. Waar wij voor kiezen is om dit proces heel zorgvuldig aan te gaan, om zoveel mogelijk mensen te spreken, om zoveel mogelijk inhoudelijk met de plannen bezig te zijn. En ja, dan duurt de inbreng misschien iets langer, maar ik denk wel dat die inhoudelijk sterker is, en dan loop ik iets vooruit op uw betoog, maar dan wat ik de vorige keer van u gehoord heb. Dus dat zou ik daar graag tegenover willen zetten. Akkoord. Voorzitter, nogmaals, er zijn kaders gesteld 4 december. We hebben toen een lijstje gehad van 10 projecten. Daar zijn 7 projecten uitgeselecteerd. We gaan daar eens mee verder kijken. Dat heeft nu geresulteerd in 3 projecten die aan die kaders zijn gesteld. Ik heb u toen niet gehoord van nee, dat gaan we niet doen. Eerst moet het totale kader klaar zijn. Dat brengt u nu in. U zorgt zelf voor verwarring. Volgens mij zijn van beide kanten de punten nu 2 keer helder gemaakt. Dus ik wou voorstellen, volgens mij was u aan het einde van uw betoog, heer Roelofs. Nou, ik zou 2 slotzinnen willen opnoemen als dat van u mag. Ik kan u niet onthouden. De vergadering van december was ik zelf ook bij en ook woordvoerder. In die vergadering zijn diverse moties ingediend, zelfs een amendement. En wat mij betreft hebben die aangegeven dat we zorgvuldig bij dit proces betrokken wilden blijven. En dat was niet van, oh, stuur er nog een keer langs, maar we vinden toch wel alles goed. Dat was juist omdat wij het met elkaar belangrijk vonden hoe we dit traject gaan lopen. Dat is de reden dat wij hier vandaag staan. En dat u daar geen behoefte aan had, vind ik prima. Dat is uw eigen overweging, daar heb ik ontzettend respect voor. Maar dat is de manier waarop we dat aanzetten. Voorzitter, dit werp ik van mij. De heer Jonkert, voor de laatste maal dan ronden we dit af. Meneer Roelofs legt mij woorden in de mond die absoluut onjuist zijn. Ik hecht zeer aan een zorgvuldige procedure. Dus het is niet zo van dat wij dat er maar even door willen rammen. Het gaat erom dat u op dat moment, en dan kunt u wel zeggen van ja, maar er zijn amendementen en moties ingediend. Dat klopt. Maar ik heb u niet horen zeggen van de 4 criteria waaraan we de projecten gaan wegen, die deugen niet. Dat heb ik u niet horen zeggen. Ik hoor u net zeggen van we hechten aan zorgvuldigheid. Hechten wij ook aan. Daar is het toen het nodige over gezegd, maar dat heeft niet geleid tot wijziging van de criteria. Voldoende, lijkt mij.
Dank voor de bijdrage van de zijde van de fractie van de, van de CDA. Voorzitter. Laat ik er wel even helder en scherp blijven nog. Ja, ik heb... Meneer Jonkhans. Ik dacht dat meneer Roelofs nog terug zou komen op mijn vragen aangaande die andere projecten. Maar dat mag, wat mij betreft nemen we dat even mee in de tweede termijn, als die hier komt. Maar daar ga ik wel vanuit. Ik wou doorgaan naar de fractie van de ChristenUnie. Het woord is aan de heer Kuipers voor de bijdrage van de zijde van de ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. Afgelopen tijd heb ik af en toe wakker gelegen vanwege dit raadsvoorstel. Maar ook met de vraag, wat is nu goed als het gaat om het opwekken van duurzame energie? Bijna iedere dag kom ik in gesprek met mensen die weer met nieuwe inzichten komen, hele andere ideeën hebben. Maar ook die aangeven dat het niet snel genoeg gaat en nou, dat we nu toch echt een keer moeten doorpakken. Voorzitter, als het aan de ChristenUnie ligt, gaan we de duurzaamheidsdoelstellingen halen. Maar wel met zorgvuldigheid. En hierin zijn wij niet uniek. Zo heeft deze raad 4 december 2018 ingestemd met kaders voor het aanleggen van zonneparken, waaronder deze drie. In diezelfde raadsvergadering heeft de ChristenUnie een motie ingediend waarin wij het college opdragen om eerst serieus aan de slag te gaan met het benutten van het dakpotentieel voor de opwekking van zonne-energie aan de hand van de zogeheten zonneladder. Want als het gaat om gebruik van kostbare landbouwgrond voor het opwekken van duurzame energie is de ChristenUnie terughoudend. Hoewel, tegelijkertijd realiseren wij ons dat het onvermijdelijk is. De voorstellen voor de drie zonneparken die nu voorliggen voldoen aan de criteria die deze raad op 4 december heeft vastgesteld. Toch, voorzitter, ook wij hebben de voor- en tegenstanders gezien en gehoord. En die wegen zwaar. Omdat wij ze begrijpen en omdat wij waarde hechten aan maatschappelijke acceptatie. Juist waar het gaat om dit soort initiatieven. Maar soms, voorzitter, bereiken we een moment dat wij onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Ook als acceptatie minder breed is dan wij zouden willen. Met de portefeuillehouder menen wij dat wij aan het bouwen van zonneparken niet ontkomen. Althans, niet als wij onze klimaatdoelstellingen willen halen en deze wereld voor de generatie na ons leefbaar willen houden. En dat laatste, voorzitter, zien wij als een opdracht. Wij zien het als onze taak om als rentmeesters over de schepping van God goed te zorgen. De ChristenUnie stemt daarom ook in met het raadsvoorstel. Voorzitter, op 4 december heeft de ChristenUnie de portefeuillehouder met een motie verzocht binnen 3 maanden met een plan te komen om het aanwezige dakpotentieel in onze gemeente optimaal te benutten voor het opwekken van zonne-energie. Dat voorstel is er 5 maanden later nog niet. Daarom wil de ChristenUnie dat verzoek bij deze nogmaals neerleggen. Wij blijven consistent aandringen op het dakenplan en vinden het niet meer dan normaal deze consistente lijn vast te houden. We vinden niet dat wij kunnen instemmen met nieuwe initiatieven voor zonneparken, zolang er geen plan ligt voor de daken in de gemeente. Daarom dienen wij een motie in waarvan het dictum luidt, voordat met nieuwe initiatieven wordt gekomen voor de aanleg van zonneparken, er eerst een plan ligt voor de optimale benutting van dakpotentieel voor de opwekking van zonne-energie en hierbij rekening te houden met actuele ontwikkelingen als het gaat om het opwekken van duurzame energie. Akkoord. Dank u wel. Deze motie wordt ingediend door uiteraard onszelf, maar ook door het PvdA en 50+. Overigens is een stevige toezegging van de wethouder ook voor ons voldoende. Akkoord. De heer Bak. Ik ben even benieuwd hoe de ChristenUnie staat ten aanzien van andere duurzaamheidsprojecten. Dus u geeft aan, zolang er geen invulling gegeven wordt aan de motie voor zonnepanelen op daken, kunt u niet instemmen met andere zonnevelden. Ja. Geldt dat ook bijvoorbeeld voor windmolens, als die motie niet is uitgevoerd? Nee, hier ontvangen wij nog een visie over. En dit totaalplan in die mix, daar horen de windmolens naar mijn mening in. Dus... Nee. Dus u beperkt zich alleen nu tot zon? Ja. Kort. Daarnaast heb ik de vraag van meneer Siebesma over het informatiepunt voor de inwoners en ondernemers voor het verduurzamen van hun woning en panden. Deze zou ik ook graag aan de voorzitter of aan de wethouder willen stellen. Is dit mogelijk? Voorzitter, lastige tijden vragen om lastige beslissingen en dit is er zo een. En de ChristenUnie vindt dat we voor deze verantwoordelijkheid niet mogen weglopen. Duurzaamheidsinspanningen en rentmeesterschap zien we als een plicht. En ja, dat doet soms pijn.
Maar een betere wereld begint bij jezelf en wij vinden dat onze gemeente hier een taak heeft. Wij wensen de initiatiefnemers succes met het verdere uitrollen van hun plannen en spreken de hoop uit dat de maatschappelijke acceptatie zal toenemen en er mooie participatievormen gaan ontstaan. Dank u wel. Akkoord, dank u wel. De heer Roelofs heeft een vraag, opmerking. Dank u, voorzitter. Meneer Kuipers, ik ben nog even benieuwd naar uw motie. Ik heb daar iets meer informatie voor over nodig. U geeft aan nieuwe projecten. Het plan wat in eerste instantie op 4 december hier lag, bestond uit 7 projecten. Ja. Heeft u het dan met nieuwe projecten voor de laatste 3 uit die serie? Gelden die al als nieuwe projecten? Dat zijn nieuwe projecten voor mij, ja. Oké, mag ik dan de vervolgvraag stellen? Vindt u dan niet dat u tijdens deze ronde de regels verandert? Nee. Dus gaat u dan met alle initiatiefnemers op dezelfde manier om? Daar worstel ik een beetje mee. Het is geen verwijt, het is meer een open vraag. Van hoe ziet u dat? Nee, snap ik. Dus ik snap die vraag. Maar wij hadden gehoopt dat wij nu al een plan zouden hebben voor het benutten van het dakpotentieel. Wij weten ook dat zonnevelden die zijn onvermijdelijk. Dus wij willen graag eerst weten over hoeveel landbouwgrond het gaat ten opzichte van het dakpotentieel voordat wij die nieuwe velden daarin kunnen toezeggen. Akkoord. Mooi. Dank u wel. Voor de bijdrage en de beantwoording op vragen gesteld vanuit de raad. En naar de fractie van Ophoes. Meneer Bakker maakt zich al op voor de gang naar het spreekgestoelte. Het woord is aan u. Voorzitter, dank u wel. Voor wij op het raadsvoorstel ingaan, even een verduideling van de positie van onze fractievoorzitter Annie Kelder. De firma Kelder is huurder van de betreffende gronden aan de Westeindige Dijk. Ze gebruiken dit voor lelieteelt. Na realisering van een zonnepark zal daar geen sprake meer van zijn. Dus inderdaad hebben zij een zakelijk belang. Maar dit is zeker geen reden om bij voorbaat te komen, voorbaat de komst van een zonnepark te steunen. Zij zal vanavond indien noodzakelijk haar stem laten horen. In december 2018 is onze fractie akkoord gegaan om het college de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor te bereiden, mits er voldoende draagvlak was. Het voorstel ligt vanavond weer op de tafel om te beoordelen of er voldaan wordt aan de voorwaarden en of er voldoende draagvlak is, of anders gezegd, krijgt het gebied ook wat terug. Dus niet alleen de lasten, maar ook een deel van de lusten. Daar wordt in onze ogen naar voldaan. Het zij middels vorming van een energiecoöperatie of door storting in een fonds. Natuurlijk weten wij ook dat er bezwaren zijn. Bijna 300 handtekeningen tegen terwijl er in het gebied Baldeveld en directe omgeving circa 1500 gezinnen wonen. We gaan die bezwaren niet van tafel wegen, maar laten die straks wel wegen in de omgevingsvergunning. Tot zover. Kort, dank u wel voor de bijdrage. De heer Roelofs, zie ik een hand opsteken voor een vraag. Ja, aan u het woord. En mijn eerste vraag is even praktisch. Aan de hand van uw inleiding, betekent dit dat mevrouw Kelder wel of niet meestemt? Dat vind ik wel even een interessante. Mevrouw Kelder zal wel meestemmen. Oké, helder. Dan wil ik graag even ingaan op een deel wat u nu noemt over bezwaarmakers. Dat noemde u ook al in de oriënterende ronde. Daar hebben we het ook al eens over gehad. En wat u daar zei, waar ik even benieuwd naar ben naar de uitleg, en dan citeer ik even uit uw eigen betoog. Het zou zuur zijn voor de initiatiefnemers als het niet door zou gaan. En daar zou ik graag de vraag tegenover willen zetten, hoe zuur zou het voor de omgeving zijn als het wel door zou gaan? Kunt u mij die afweging eens geven hoe u die gemaakt heeft? Nou, de heer Reinders heeft zojuist ook aangegeven dat er 30% van de oppervlakte zal worden gebruikt voor natuur. En dat is niet onomkeerbaar. Die natuur, dat blijft. Ook na die 25 jaar blijft het natuur. En ook daar zou de omgeving van kunnen genieten. De omgeving die kan ook middels de participatie in een postcode-roos, inkoop van zonnepanelen, toch profiteren van het aanleggen van dit zonnepark. Akkoord. Dank voor de beantwoording. Andere vragen nog? Mevrouw Verschuur. Dankjewel, voorzitter.
Ik hoorde u net zeggen hè, dat de omgevingsvergunning die wordt dan straks ingediend, die komt ter inzage te liggen. Hoor ik u dan zeggen van op het moment dat daar zienswijzen nog weer op ingediend worden, bijvoorbeeld door omwonenden of mensen die op een kilometer van afstand, dat u dat dan nog weer meeneemt? Dat u dan nog weer de gesprekken aan wil gaan van hoe zit het nu met de omwonenden over het draagvlak? Nee, het draagvlak is volgens mij, naar mijn mening, al inmiddels wel aangetoond. Maar waar duidt u dan? Niet door die direct omwonenden, niet door die 300 handtekeninghouders. Maar de rest is ook niet gevraagd. Die 1200 gezinnen die niet gevraagd zijn, of misschien van wellicht zeggen, voor zijn. Dat weten we niet. Ja. Nee, ik weet eerst voldoende. Dank je wel. Mevrouw Verschuur weet voldoende. Ja. Akkoord? Ja. Prima. Dan gaan wij door naar de fractie van de VVD. Het woord is aan de heer Bak. Dank u wel, voorzitter. Ik moet altijd even met het spreekstoel spelen. Ik zit altijd weer te kijken waar ik moet. Kijk. Ik ben op slot van rekening de langste in deze raadzaal, volgens mij. In ieder geval van de heren. Goed, dank u wel, voorzitter. Ja, daar staan we weer. We hebben het weer over duurzaamheid, zonnevelden. Ik denk dat ik hier al vele malen gepassioneerd heb verteld hoe wij als VVD daarin staan. En de verleiding is groot om dat vanavond ook weer te doen. Maar ik ga me toch beperken tot het dilemma. Ik denk dat daar vanavond door meerdere al over is gesproken. Maar wat ik in ieder geval vanavond wel duidelijk wil stellen is dat we als raad hier vanavond eigenlijk niet besluiten. Het college heeft het verhaal van de zonnevelden weer bij ons neergelegd, zoals afgesproken. We hebben daar in het verleden ook moties over ingediend. Als VVD ook raadsbreed aangenomen. En feitelijk hebben we het vanavond over een collegebesluit. Het college had hier zelfstandig over kunnen besluiten. Maar we doen dit met elkaar, omdat het belangrijk is. En wij als VVD hebben, en dat is ons dilemma, ook heel duidelijk altijd aangegeven waar wij staan. Wij vinden het belangrijk dat duurzame energie, duurzaamheid in brede zin, op de agenda komt. Dat missen we. Maar we vinden het ook heel belangrijk dat er draagvlak in de omgeving is. En ook dat missen. En dan heb je als partij heb je een afweging te maken. En die afweging die is niet eenvoudig. En daarom zijn wij ook vooral voorstander om de democratie zijn werk te laten. Het proces te volgen in alle zorgvuldigheid. Want daar hoort u ons ook heel vaak over spreken. Het proces volgen in alle zorgvuldigheid. Dus laten we dat ook doen. Laten we de ondernemer ruimte geven om zijn SDE aan te vragen. En laten we de bewoners ruimte geven om hun zienswijze in te dienen. En laat ik daar ook helder in zijn. En laten we hopen dat het proces op een zorgvuldige manier is ingestoken. Dat daar geen fouten gemaakt zijn. Die onzorgvuldigheid, als dat zo mocht zijn, dan hebben we hier wel opnieuw een gesprek met elkaar. Dan hebben we iets uit te leggen. Dat is voor ons van wezenlijk belang. Wat de afweging voor ons ook ingewikkelder maakte, en anderen hebben daar vanavond ook over gesproken, is wel het gebrek aan een helder en duidelijke visie. En dat gaat niet alleen over zonnevelden. Dat gaat niet alleen over windmolens. Nee, dat gaat over een vele bredere discussie. In mijn optiek gaat dat over het koolstofarm maken van onze maatschappij. En dat omvat de hele breedte van het terugdringen van energie, het minder verbruiken van gas, maar ook het bufferen van CO2 op landbouwgrond, het minder uitstoten van CO2, wellicht kernenergie. De hele discussie moet gevoerd worden. En dat is een hele brede en ingewikkelde discussie. En laten we die nu met elkaar op een goede wijze voeren. En het antwoord dat ik tijdens de oriënterende ronde kreeg van de portefeuillehouder, dat we wellicht richting het einde van dit jaar met een visie aan de slag konden, was voor mij een diepe teleurstelling. Was voor ons als VVD een diepe teleurstelling. Wij zouden daar veel meer energie op willen zien. En eigenlijk al na de zomer de eerste contouren daar helder van hebben. Want ook als raad, en wij als VVD willen graag de afweging samen met de collega's in deze raad, samen met de collega's van alle partijen, de afweging kunnen maken wanneer projecten door kunnen gaan en wanneer niet. En het voelt een klein beetje door het ontbreken van die visie dat we die afweging niet op een goede manier kunnen maken. Dat we onze rol niet op een goede manier kunnen vervullen. En daar ligt onze zorg. En dat is waar wij in ieder geval een reactie op van willen van het college. Hoe zij dat zien. Moesten daarmee omdenken te gaan. Maar vooral, en dat blijft voor ons belangrijk,
Wij staan voor duurzame energie, maar we willen dat draagvlak in die omgeving absoluut hebben. Hoe gaan we daar met elkaar mee om? Daarom was ik ook heel blij met de inspreker die de balans bracht. Doe het nu samen met je inwoners. En roep niet alleen boe, maar kijk hoe je het mogelijk kunt maken. En dat is waar wij als VVD voor staan. Kijk hoe je het mogelijk kunt maken. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, heer Bak. Zijn er vragen, opmerkingen? Niets? Ja, de heer Roelofs. Meneer Bak, ik wil even met u terug naar het onderdeel onzorgvuldigheid in het proces. Ik ben even benieuwd naar uw afweging daarin. Ergens zegt u nu van ik heb daar geen fijn gevoel bij. Doe ik het maar even in mijn eigen woorden. Dus ik heb daar mijn twijfels bij. Als het niet zo is, mag u het ontkennen. Maar toch zegt u, we gaan wel de volgende stap maken. Wat is dan voor u de grens? Daar ben ik even benieuwd naar. Dus wanneer zegt u, tot hier niet verder. Ik wil nu eerst dat dat soort zaken duidelijk zijn. Dank u wel, Roelofs. Heldere, duidelijke vraag. Wat voor ons heel erg belangrijk is, dat een proces zijn loop krijgt. Dat heb ik net ook in mijn betoog aangegeven. We vinden het heel erg belangrijk dat een ondernemer de ruimte krijgt om te ondernemen en zijn plannen kan vormgeven. Daar heeft hij een kader voor nodig. Dus daar de voorspelbaarheid daarin, die moet er zijn. Als die ontbreekt, de voorspelbaarheid in het proces, dan hebben we een ding met elkaar te pakken. Dat is voor ons een grens. Maar ook de zorgvuldigheid richting de omgeving. En als er in de procedure, want ter inzage leggen, het wijzigen van een bestemmingsplan, wat dan ook, als daar fouten gemaakt worden en onze bewoners niet de ruimte hebben gekregen, onze inwoners niet de ruimte hebben gekregen om op de juiste manier een zienswijze in te dienen, dan vinden wij daar iets van. Daar liggen voor ons grenzen, heer Roos. Akkoord. Een kleine vervolgvraag mag stellen. Dus op basis van wat u tot nu toe in dit proces heeft gezien, zit daar voor u nu nog geen grens. Die zit voor u na het indienen van de zienswijze. Mag ik die conclusie trekken? Na het indienen van de zienswijze wordt dat helder. Wat wij ook willen voorkomen door als je nu in het proces al nee gaat zeggen, dat je dan wel tegen een harde grens voor onszelf gaat aanlopen. Bijvoorbeeld richting de ondernemer. We hebben met elkaar niet het heldere kader. De ondernemer heeft plannen gemaakt. En als je nu al gaat zeggen, we stoppen, zonder dat je het hele proces uit handen gegeven hebt, dan ben je een stap te vroeg. Dan ben je een stap te vroeg in dat proces. En dat willen we voorkomen, want dan ben je ook onzorgvuldig geweest uiteindelijk. Die ondernemer die heeft wel kosten gemaakt op basis van een inschatting die hij gemaakt heeft van de signalen die uiteindelijk de gemeente heeft afgegeven. En daar willen we heel zorgvuldig in zijn. Akkoord. Dank. De heer Kuipers, toch nog. Ja. Nou, voorzitter, geen vraag. Eigenlijk een constatering. Meneer Bak, die weet mij altijd hele scherpe vragen te stellen. Dus ik zat er ook een beetje op te letten om dat ook eens te proberen. Maar ik ben dat is heel mooi. Ja, ik ben het eigenlijk wel met u eens voor de eerste. Dus ik vind het mooi. Bedankt voor uw bijdrage. Dank u wel. Dat was geweldig. Mooi. Kijken of dat met de fractie van de Partij van de Arbeid ook lukt. De heer Jonkans. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Het raadsvoorstel zonneparken. In het coalitieakkoord Verbindingen van Betekenis zijn coalitiepartijen overeengekomen dat we met betrekking tot de energietransitie de ingezette lijn en doelstellingen uit 2017 handhaven. Op 4 december 2018 is door deze raad, en ik heb dat al eerder gememoreerd vanavond, het besluit genomen in principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan 7 verzoeken voor de realisering van een zonnepark. In het dictum van het besluit is tevens aangegeven voordat het college definitief besluit op het verstrekken van de omgevingsvergunningen, de raad expliciet te informeren over de wijze waarop door indieners invulling wordt gegeven aan de overige randvoorwaarden. Daarvoor is een afwegingskader meegegeven, daar heb ik het ook al eerder over gehad. Het kader bevat de 4 volgende criteria: ruimtelijke inpasbaarheid, maatschappelijke meerwaarde en compensatie, bijdrage aan de gemeentelijke energiedoelstelling en betrekken omgeving. We hebben tijdens de oriënterende ronde ook de bezwaren van de omwonenden gehoord en we begrijpen hun zorgen. Echter, we zijn ervan overtuigd dat het college haar best heeft gedaan om een zo eerlijk mogelijke afweging te maken op basis van de criteria. Wat daarbij opvalt is dat er met name op het vlak van ruimtelijke inpassing forse investeringen worden gedaan, maar dat ook energiecoöperaties moeilijk van de grond komen.
We vragen dan nu ook het college nu met voorrang de versnelling en ondersteuning van het tot stand komen van energiecoöperaties ter hand te nemen, zoals ook eerder is afgesproken. Overigens vragen we ons tevens af, en de heer Bak had het er ook al over, waarom die heroriëntatie zo lang moet duren. Dat kan en mag wat ons betreft wel sneller. Het is in het coalitieakkoord aangegeven dat dat voor 1 april duidelijk zou moeten zijn. En zoals het nu ernaar uitziet, wordt dat pas eind van het jaar. Veel Hardenbergers dragen de energietransitie een warm hart toe. Dat blijkt onder andere uit het feit dat Hardenberg na Zwolle in Overijssel de meeste zonnepanelen huisvest op daken. Meer dus dan andere gemeenten zoals Enschede, Deventer, Hengelo en Almelo, om maar eens een paar te noemen. De netbeheerders hebben dit fenomeen fors onderschat. Zon op daken leveren daarmee tevens een goede, zij het wel een bescheiden aandeel in de duurzame energieopwekking. Alleen daarmee gaan we het echt niet redden. Toch zijn nog niet alle geschikte daken voorzien. En gelukkig blijft de salderingsregeling tot 2021 van kracht en gaan steeds meer ondernemers over tot het plaatsen van zonnepanelen op daken. Het blijft dus van belang zon op dak te stimuleren. Daarom dienen we mede de motie in die door de heer Kuipers van de ChristenUnie zojuist is aangekondigd. En voorts, het zal geen verrassing zijn, de Partij van de Arbeid kan instemmen met dit voorstel. Dank u. Akkoord. Dank u wel. Vragen, opmerkingen in de richting van de heer Jonkans, dat is niet het geval. Dan dank u voor uw bijdrage. Gaan wij naar de fractie van 50+. Het woord is aan mevrouw Verschuur. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, in het raadsbesluit wat nu voor ons ligt, wordt voorgesteld om het college te adviseren om de ontwerp omgevingsvergunningen van Solar Fields, Kronos Solar en LC Energy ter inzage te leggen. En daarnaast akkoord te gaan met een informerende raadsbrief naar de definitieve besluitvorming over de vergunningsaanvragen. Voorzitter, dit is voor mij als raadslid een van de moeilijkste onderwerpen tot nu aan toe. De zonneparken. Vanaf het begin af aan ben ik bij dit proces betrokken. Het is continu afwegen welk belang voorop moet staan. Is dat draagvlak of doelstellingen of draagvlak en coöperatie of misschien nog wat anders? 50+ Hardenberg is zeker voor duurzaamheid, maar dan wel in een bepaalde volgorde. Eerst de geschikte dakoppervlakken in gemeente Hardenberg voorzien van zonnepanelen, daarna beschikbare industriële gronden en als laatste eventueel landbouwgronden. En dan ook niet gelijk alle soort landbouwgronden, maar die geen ander doel meer kunnen dienen. Burgerinitiatieven zoals Lut en Levert juichen wij alleen maar toe, omdat dit soort initiatieven vaak voorzien zijn van een breed draagvlak bij de direct betrokkenen inwoners en nog belangrijker de omwonenden. Ik zie u al denken, waarom heeft 50+ dan wel toestemming gegeven voor verdere uitwerking van de zonneparken op 4 december jongsleden? Wel nu. 50+ Hardenberg wil niet alles onmiddellijk uitsluiten. Wij stimuleren duurzaamheid, maar stellen daar ook grenzen aan. Bijvoorbeeld, wij willen versplintering voorkomen in onze gemeente Hardenberg. Bij alle initiatieven die er zijn of nog komen gaan, vindt 50+ Hardenberg draagvlak een van de belangrijkste criteria. Draagvlak is een belangrijk woord en die kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Op 4 december 2018 hebben 7 pilots een go gekregen om de plannen omtrent zonneparken verder uit te werken. Met de achterliggende gedachte om dan te bezien welke plannen daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. Al deze zonneparken moeten voldoen aan een aantal belangrijke criteria. Maatschappelijk belang, draagvlak, ruimtelijke inpassing en gemeentelijke doelstelling. Op 12 maart 2019 is de eerste omgevingsvergunning verleend aan Lut en Levent. En op dit moment staan er 3 pilots op de raadsagenda waar toestemming aan verleend kan worden om ze ter inzage te leggen. Al met al is het proces van uitwerken tot aan het ter inzage leggen in korte tijd tot stand gekomen. De zonneparken Kronos Solar en Solar Fields hebben tot nu aan geen insprekers gehad. Alleen zonnepark LC Energy stuit vanaf het eerste moment op weerstand.
op 4 december en 7 mei zijn er insprekers geweest die tegen het zonnepark zijn en daarnaast is er een handtekeningactie gehouden. Voorzitter, wij staan voor een belangrijk besluit, omdat naast het advies ook een akkoord gevraagd wordt met een informerende raadsbrief naar de definitieve besluitvorming. 50 plus Hardenberg heeft daar wel een aantal vragen over. Laat mij die hier benoemen. Tijdens de raadsinformatieavond voor de zonneparken liet de ambtenaar weten dat de betreffende partijen verantwoordelijk zijn en zelf bepalen tot hoe ver draagvlak reikt. Heeft het college bij het doornemen van de omgevingsvergunning ook nog onderzoek gedaan naar het draagvlak van de omwonenden? Of is de aanvraag voor omgevingsvergunning afdoende? Heeft de wethouder naar aanleiding van de inspraak van de heer Makal contact gehad met de provincie, in ieder geval actie ondernomen wat betreft het eventuele verschil tussen provinciaal en gemeentelijk beleid? Zo ja, graag toelichting. 50 plus Hardenberg vraagt zich af of het criterium draagvlak scherp genoeg is geformuleerd. Wat wordt bedoeld met draagvlak en hoe ver reikt het draagvlak? En voor welke groep is dat draagvlak essentieel? In de bijlage van het raadsvoorstel wordt aangegeven dat de omgeving ruim is, betrokken. Wat houdt ruim in? Voorzitter, u ziet dat wij toch nog wel enige vragen en vraagtekens hebben. Toch willen wij deze graag eerst beantwoord hebben voordat wij akkoord kunnen gaan met het voorliggende voorstel. Dank u wel. Dank voor uw bijdrage. De heer Rodemond, heeft nog een vraag of dan wel nog? Ja, mevrouw Verschuur, voorzitter, dank u wel. Mevrouw Verschuur, het woord was verwarring vanavond. U bracht mij in verwarring door uw inbreng. U zegt dat 50 plus als fractie graag eerst de daken wil benutten, vervolgens naar bedrijventerreinen, zover beschikbaar wil kijken en dan naar mogelijk landbouwgronden, mm-hmm, met ook nog een beperking daaraan. En in hetzelfde betoog zegt u, we zijn wel tegen versplintering. Dat lijkt met elkaar in tegenspraak. Ja, versplintering, ik heb een tijdje terug, heb ik dit ook al aangegeven tijdens een oriënterende ronde. Op dit moment hebben we natuurlijk een goal gegeven voor 7 zonneparken. Tenminste, waar wij als partij er wat van zeggen, van we moeten ervoor waken dat niet over de hele gemeente Hardenberg her en der een zonnepark ontwikkeld wordt. En dat je niet straks bijvoorbeeld vanuit Slagharen naar Hardenberg rijdt en dat je aan de linkerkant een zonnepark hebt en dat je voor Hardenberg weer aan de rechterkant een zonnepark hebt. Dat we daar iets meer en dat we daarop gaan toezien. Voorzitter, als ik mag, juist daarover gaat mijn vraag. Want als u zegt, dan gaan we eerst daken benutten, dan bedrijventerreinen, dan enkele landbouwgronden, dan werkt wat, lijkt mij, juist die versplintering in de hand. Als je nu gaat kijken naar wat grootschalige projecten, voorkom je misschien zelfs. Ja, maar goed, naast de zonnepark, is net ook al hier ter sprake gekomen. We hebben in de coalitieakkoord wordt ook gesproken over een mix. Dus daarin hoef je je niet alleen te oriënteren op de zonneparken, maar zou je ook verder kunnen kijken richting wind. Akkoord, dank. Geen vragen, opmerkingen meer. Dan gaan wij naar de fractie van GroenLinks. Geef ik het woord aan de heer Boshoven. Ja, voorzitter, dank. Laat ik beginnen met vertellen dat ik het mooi vind dat er zoveel duidelijkheid en zoveel eenduidigheid is over wat wij hier belangrijk vinden. Wat wij belangrijk vinden is het behalen van onze duurzaamheidsdoelstellingen die wij zelf hebben gesteld, maar ook de doelstellingen die er aankomen vanuit het Parijsakkoord en met hopelijk enkele maanden het Klimaatakkoord. Vanavond dan de besluitvorming over een drietal zonneparken, of zoals een inspreker het noemde, zonnepanelengebieden. En hierbij heeft mijn partij gekeken naar of de gestelde voorwaarden gehaald worden. En duidelijk is dat er verschillende invullingen zijn en dat het allemaal nog niet heel concreet voor je te zien is. Al is dat ook doordat we nu in het proces zitten. Dat heeft ook te maken met het moment. Het is belangrijk dat wij als gemeenteraad goed op de hoogte worden gehouden van de invulling van die voorwaarden die wij allemaal hier zo belangrijk vinden. En zodra er een stap wordt gezet naar de realisatie van de parken en de daarbij horende voorwaarden, willen wij adequaat op de hoogte worden gehouden. Zodat we altijd goed helder hebben en houden wat er met onze gestelde voorwaarden is gebeurd.
hiervoor een duidelijke oproep aan de wethouder om ons actief op de hoogte te houden. Ik wens de ondernemers succes als ze vanavond groen licht krijgen. Het is mooi dat ze allemaal aandacht hebben voor biodiversiteit, wat in de plannen duidelijk terugkomt. Het is ook iets waar veel aandacht voor is en wat ook belangrijk is dat die aandacht er is en blijft. En dan een oproep om participeren makkelijk, betaalbaar en toegankelijk te houden. En richt de communicatie ook op alle inwoners. Niet iedereen leest de toren. Er zijn ook andere wegen om misschien andere groepen inwoners ook te bereiken. Dan, de Partij van de Arbeid refereerde er ook al naar. Mijn fractie vroeg in de oriënterende ronde nog of de wethouder ook ondersteuning wil bieden bij het opzetten van coöperaties, omdat het best een moeilijke opdracht. En er zijn ook al moties over geweest. Wij vinden dat als gemeenteraad een goede stap naar het draagvlak. En in de lijn met de inspraak van de heer Siebesma vraag ik de wethouder bij deze ook of hij een dergelijk informatiepunt ook ziet zitten. Dat brengt mij dan alleen nog bij een vraag die ik graag aan het college stel met betrekking tot de motie van de ChristenUnie. Wellicht kan de wethouder wat vertellen over waarom het onderdeel wat nog niet uit is gevoerd over het dakenplan, waarom dat nog niet is uitgevoerd voordat we moeten stemmen over een motie. Tot dusver, voorzitter. Goed, dank voor uw bijdrage. De heer Roelofs. Eén vraag ter verduidelijking. U stelde in uw betoog de vraag dat u op de hoogte wilt worden gehouden. Nu ligt er al een motie van de VVD van vorig jaar 4 december waarin aangegeven wordt dat bij ingediende zienswijze de raad wordt geïnformeerd. Welke momenten of processtappen heeft u meer in gedachten dan die stap? Ben ik even benieuwd naar. Voorzitter, dat moment is inderdaad een belangrijk moment wat ik ook wil onderstrepen. Dat voelt mijn fractie ook zo. Maar we kunnen ons voorstellen dat er op een gegeven moment duidelijke plannen zijn en dat we daar dan direct van op de hoogte willen komen. Akkoord, dank voor de toelichting. Geen andere vragen meer? Dat is niet het geval. Dan gaan we toe naar de fractie van D66. Daarmee komen we ook aan het einde van de eerste termijn, na de bijdrage van de fractie van D66. Dan gaan we de balans even opmaken. De heer Rolland. Voorzitter, dank u wel. Ik zal het lang houden. Nee hoor. Er is veel gezegd vanavond. Het standpunt van D66 is na de vorige beraadslaging over dit onderwerp, zonneparken in Hardenberg, niet veranderd. D66 wil absoluut niet gaan remmen op de ambities die wij als raad en als bestuur hebben gemaakt rondom het verduurzamen van onze energiebehoeften in deze gemeente. En soms voelt een dergelijke discussie zoals ik die vanavond meemaak wel enigszins op remmen en dat heeft dan te maken met natuurlijk zorgvuldigheid die ik her en der ook al hoor. Tegelijkertijd zie ik dat, en daar scherm ik niet graag mee, maar goed, de vorige raadsperiode hebben we gezamenlijk afgesproken in deze raad dat we die ambities gaan neerzetten. En dat wij graag die ambities willen vasthouden met elkaar. En dat we niet iedere keer als er een negatief sentiment oppopt gelijk op de rem gaan staan van oh jee, hier is wat aan de hand, hier moeten we wat mee. We moeten wel kijken of wij die ambities gaan behalen, omdat dat belangrijk is. Tenminste, dat vinden wij en ik hoor ook anderen zeggen dat dat belangrijk is ook voor andere partijen. Ook hebben we gezegd, we willen graag dat de samenleving zelf de uitvoering van die ambities oppakt. Wij hebben een cijfer als het ware genoemd, zoveel procent verduurzaming van onze energiebehoeften. En dat leggen we graag neer bij de samenleving. En we zien, en we vinden dat ook mooi, dat die samenleving dat oppakt. En dat er grootschalige initiatieven her en der verrijzen, zowel op het gebied van zon als ook op andere zaken. Die ons groene licht vragen hier en daar. Nu staan we er voor 3. Dus wij zeggen eigenlijk volmondig ja tegen het voorstel. En het college vraagt ons om advies in deze. Wij geven het advies mee, ga vooral zo door.
Tegelijkertijd zien wij dat er sentimenten zijn die ook anders zijn. En daar willen we ook oog voor blijven houden. Dit zijn sentimenten die soortgelijk zijn wat betreft andere ruimtelijke ordeningsvraagstukken. Zoals de komst van grootschalige bedrijvigheid, verbreding van wegen. Windmolens hebben we natuurlijk hier ook aan de mouw gehad. En dat soort sentimenten, dat soort gevoelens en dat soort reacties, daar moet je wel wat mee als raad. En daar ben ik het absoluut mee eens als het gaat over de inbreng van onder andere het CDA. We zien ook dat we het behoud van de waarden van onze omgeving zeker in het oog moeten houden. Voor wat betreft het landschap, de manier van wonen in deze gemeente en de manier van beleven in deze gemeente. Daar moet je zeker wat mee. In combinatie met de ontwikkeling die we voor ons zien. En dat betekent dat eigenlijk het pleidooi, de heer Siebesma wordt beroemd vandaag, mij na aan het hart gaat. Zo'n infopunt verduurzaming, daar kan je dit soort vraagstukken ook bij neerleggen. Ook omdat je ziet dat de initiatiefnemers zeker meenemen, en dat is ook al eerder gerefereerd, al die zaken die wij zo belangrijk vinden. Het maatschappelijk rendement, de ecologie, het onderwijs, werkgelegenheid, sociaal ondernemerschap, participatie, verduurzaming. Maar zeker ook oog voor gezondheid, veiligheid en overlast. Dit wordt allemaal meegenomen in die plannen. En dan is het zeer belangrijk dat we op een moment gaan nadenken met elkaar. Hoe kunnen we dit soort zaken in ruimtelijke ordeningsvraagstukken, waaronder zonneparken, veel beter meenemen. Zonder dit soort discussies oeverloos te gaan voeren. Dus mijn advies daarbij is dus aan het college. Neem dat zeker mee in de toekomst. Maar ga niet remmen op de bestaande plan. Voorzitter. Fijn, dank u wel. De heer Kuipers en dan de heer Bak. Meneer Kuipers. Meneer Rodemond, ik vraag mij even af van hoe belangrijk vindt u snelheid in verband met het gebruiken van kostbare landbouwgrond voor het opwekken van duurzame energie? En dan richt ik mijn naam ook even in het verband met de zonneladder. Ja, u zegt kostbare landbouwgrond, dat snap ik. En die achten wij ook zeer belangrijk. Ik zei al, we vinden het mooi dat de samenleving dit zelf oppakt. Dat zie je dus ook dat boeren zelf deze initiatieven ter hand nemen. Als het gaat over wind, of het gaat over zon, het gaat ook soms over bio-installaties bijvoorbeeld. De agrariërs zelf die zeggen van wij pakken dit ter hand. De agrariërs zelf zeggen ook, wij vernietigen die grond niet. We gebruiken het voor de tijdelijkheid, voor dit soort initiatieven. En daar zien wij ook een verdienmodel in. Dat betekent niet dat je daardoor helemaal geen landbouw meer kan plegen. Hè? En ik wil er helemaal niet flauw over gaan doen, over bloementeelt of wat dan ook. Hè, want dat wordt ook gebruikt in die zin. We gebruiken landbouwgrond ook voor heel veel andere zaken. Eigenlijk mijn antwoord op uw vraag daarin is, we vinden snelheid heel erg belangrijk. Als we het hebben over draagvlak, moeten we zeker niet de jonge generaties en misschien zelfs de ongeboren generaties in onze samenleving meenemen. Dus de toekomstige generaties bedoel ik dan. Want die hebben die vraag eigenlijk aan ons. Als we het hebben over het rentmeesterschap, ook al ben ik niet een kerkelijk persoon per se, vind ik dat wel een term die wel heel erg bij mij en bij mijn partij past. Wij willen ook graag die wereld beter achterlaten voor onze kinderen. En als we dat willen doen, is urgentie aan de orde. Dat ziet u ook volgens mij wel in de nieuwsmedia en allerlei publicaties terechtkomen. Dus wij vinden snelheid gewoon belangrijk, ja. Akkoord. Ja, dank u wel. De heer Bak. Voorzitter, met u goed vinden zou ik graag eerst een vraag aan de heer Kuipers willen stellen, een kritische vraag. En dan aan de heer Rodemond. Dat is altijd goed. Ja. Meneer Kuipers, ik u spaat hem niet vanavond, toch? Nee. Nou, wel een klein beetje, meneer de voorzitter. Ik spaar hem altijd graag. Maar toch niet voordat ik mijn vraag gesteld heb. Want ik was wat verbaasd over uw vraag richting de heer Rodemond over het gebruiken van landbouwgrond. Want u heeft al te kennen gegeven dat u instemt met het voorstel. Daarmee heeft u van uw kant al aangegeven dat blijkbaar geen probleem is. Maar u stelt volgens wel de vraag aan de heer Rodemond, dus dat vind ik wat merkwaardig. Kunt u eens een toelichting geven? Jazeker. Ja, nee, het ging mij met name om de verhouding daken-landbouwgrond. Ja, omdat meneer Rodemond stelde net ook de vraag aan mevrouw Verschuur. Ik ben even zoeken, van hoe belangrijk vindt u landbouwgrond ten opzichte van de dakpotentieel? Is dat een beetje antwoord op je vraag? Nou, dat geeft in ieder geval een beetje kader in van hoe u die vragen bedoelt. Dus voor mij is dat nu wel even helder. En dan zou ik ook graag toch door willen, ook gezien de tijd, naar de heer Rodemond. Want de heer Rodemond die gaf een aantal keren in zijn verhaal aan, daar moeten we wat mee.
Daar moet je wat mee. Dat is een aantal keren in uw betoog teruggekomen. Wat moeten we er dan mee, meneer Ormond? Voorzitter, de heer Bak stelt een goede vraag, interessant ook. Dat betekent dat we wat mij betreft niet nu in deze afweging per keer een dergelijke afweging moeten maken. Als ik zeg daar moeten we wat mee, dan heb ik het over vraagstukken rondom ruimtelijke ordening die hier gewoon aan raken. En dat zou dus betekenen dat bij iedere afweging die je maakt, ook het maatschappelijk rendement en vraagstukken rondom gezondheid, veiligheid en mogelijke overlast altijd meeneemt naast de nu al zeg maar verplichte milieueffectrapportages en andere zaken die we continu wel meenemen. Het heeft misschien niet zo'n juridische basis per se, maar het heeft wel degelijk een basis als het gaat over het draagvlak in je samenleving. En daar zoek ik een beetje naar. Daar moeten we wat mee. Is in eerste instantie een uitnodiging wat mij betreft voor een gesprek hierover. Hoe gaan we dat soort vragen inpassen in ons beleid? En wat mij betreft komt het erop neer dat we een soort alinea erbij maken als het gaat over voorstellen. Daar kan ik u volgen en daar kan ik ook met u meegaan. Want dat leidt uiteindelijk ook tot die visie waar we denk ik met elkaar wel over eens zijn dat die er moet komen. Maar we zitten ook even in het nu, even in de waan van de dag. Want we maken toch wel een beetje de besluiten in de waan van de dag. En dan vind ik het toch wat lastig dat u enerzijds aangeeft dat u het terug wilt geven aan de maatschappij. Dus dat u het onderwerp duurzaamheid terug wilt geven aan de maatschappij, zodat de maatschappij daar mee aan de slag kan. En aan de andere kant toch wel vrij snel voorbij gaat aan de weerstand die er wel ten aanzien van een van de projecten is die hier nu voor ligt. En daar ben ik nog wel even in verwarring, zou ik toch wel graag een beetje meer duiding van u willen. Waar staat u? Waar ik sta is dat ik naast samen met mijn fractie heb gewogen op het gebied van de verduurzaming van de energiebehoeften. Dat heeft wat ons betreft een topprioriteit. Maar daarnaast hebben we ook goed gekeken, tenminste vinden wij zelf, naar zaken die dat maatschappelijk rendement en dat maatschappelijk effect ook in zich hebben. Dus als het gaat over het voorbijgaan aan de sentimenten die er leven rondom de initiatieven zoals we die nu zien, dan denk ik niet. We hebben die meegewogen, maar dan in de beoordeling van de plannen zoals die er nu liggen. Nou, even weer als voorbeeld. Het lijstje heb ik al genoemd in mijn betoog. Ecologie, onderwijs, werkgelegenheid, participatie, verduurzaming. Die zitten allemaal in die plannen. En die zitten wat mij betreft ook goed verankerd in die plannen. En daarmee halen ze wel een beetje de angel uit de discussies die nu lopen. Echter, om dat helemaal aan de voorkant te voorkomen, kun je dat samen met initiatiefnemers en overheid veel beter aan de voorkant organiseren. Dank u wel. Is wat ik zeg, alstublieft. Akkoord. Ik zag de heer Roelofs ook nog. Ja, ik zou er nog heel iets op verder willen gaan. U heeft zelf ook aangegeven in een eerdere vergadering dat u de plannen hier nog weer terug zou willen zien voordat ze ter inzage gelegd zouden worden. Dat was een amendement. Klopt niet. Heeft u die als enige niet gesteund? Dat is correct. Oké. Dat is een mooie inleiding. Dat verandert de vraag namelijk niet. Dan is de... Wilt u met mij trouwen of zo? Of gaan we morgen koffie drinken? Wat is... Het lijkt toch dat u een beetje in verwarring bent, heer Roos, hoor. Dus ik weet het niet, maar... Ik houd bij koffie drinken als u het goed vindt. Doen we dat. Dat is waarschijnlijk ook de reden dan dat ik u ook weinig vragen op dit punt heb horen stellen. Mijn vraag die dan overblijft is... Vindt u dat u deze voorstellen kritiekloos door kunt zetten na deze fase? Want wat betekenen dan de insprekers, bezwaarmakers, de onrust die ogenschijnlijk aan de gang is? Hoe u die ook kwantificeert, maakt niet zo heel veel uit. Maar wat betekent dat dan voor uw afweging? Is die dan niet ter zake doende? Dat is eigenlijk mijn vraag. Die is wel degelijk ter zake doende, meneer Roelofs. Voorzitter, excuses dat ik u voorbij ga. Echter, de afweging die we maken, die heb ik geschetst zojuist op vraag van de heer Bak. Daarin denken wij mee te nemen wat de basis is van de meeste bezwaren rondom dit soort projecten. En dan heb ik het eigenlijk in de breedte over grootschalige ruimtelijke ordeningsprojecten die buurten raakt, omwonenden raakt. En eerlijk gezegd denk ik dat of het nou is dat er een grote stal ergens komt midden in een wijk of dat er een zonnepark komt. Meestal zijn dat soort bezwaren wel redelijk gelijk. En zijn de zorgen ook wel redelijk gelijk wat dat betreft.
Die afweging die hebben we meegenomen. Daar hoefde ik niet per se vragen over te stellen. Ik hoef daar ook wat mij betreft geen rem op te zetten. Omdat bij mij de afweging zwaarder weegt of we onze energiedoelstellingen gaan halen. Dan nu op dit moment in de waan van de dag deze vragen die wat mij betreft goed beantwoord zijn door de initiatiefnemers. Ja? Dat betekent wel dat er nog een vraagstuk voor ons als raad en als bestuur overblijft. Want we zien dus elke keer weer dit soort discussies ontstaan rondom grootschalige projecten. Daarom zei ik ook tegen de heer Bart, daar moeten we wat mee. Dat bedoel ik ook op die manier, we moeten er wat mee als raad om een goed afwegingskader met elkaar te gaan maken om dit soort discussies ook naar de toekomst toe, ja, zeg maar, te voorkomen. En niet voorkomen om ze weg te schuiven, maar juist gewoon ruimte te geven aan de emoties die leven in deze bevolking als het gaat over de verandering en de ontwikkeling van je omgeving. Dat vind ik heel, heel erg belangrijk, maar niet voor nu elke keer weer. Ja? Akkoord. Volgens mij zijn daarmee alle vragen beantwoord. Nog niet. De heer Jonkhans heeft nog over. Bedoelt u daarmee gewoon de omgevingsvisie? Een uitwerking van, inderdaad, een uitwerking van de omgevingsvisie in de uitvoering van het beleid. Absoluut, ja. Prima. Goed. Nee, toch? Anne. Geen vraag. Nee, u bent alweer verder bij de volgende stap. Daar kom ik zo op. Ik wil allereerst de heer Rodderman danken voor zijn bijdrage. En ik zou u, kijk even naar de klok en naar de energie in deze zaal. Is er behoefte om door te gaan? De beantwoording van het college eerst te doen en dan te schorsen, of wilt u eerst schorsen? Voorzitter, ik zou graag nu willen schorsen. Ik heb de kan water leeg gedronken. Ja. U hoeft niet in details te treden wat u gaat doen in de pauze. Wellicht met het risico dat we twee keer moeten schorsen, meneer Stouwstra. Ja. Maar we gaan schorsen. De vergadering wordt geschorst voor 10 minuten. De vergadering is geschorst. Beste mensen, als u uw plekken weer wilt innemen, dan hervatten wij de raadsvergadering. Akkoord. Ik heropen de raadsvergadering. Aan de orde is agenda punt 7. Zonnepark, Solarfields, Kronos, Solar en LG Energy. We hebben de eerste termijn afgerond. Ik zou inderdaad kunnen zeggen, ik heb geen vragen gehoord van uw raad, maar dat is niet helemaal waar. Maar ik constateer wel een meerderheid die voor het aannemen van het voorstellen is, of in ieder geval het besluit om het advies van het college te volgen. Maar toch zijn er ook een aantal opmerkingen en vragen nog gesteld over het proces, procedure, informatiepunt, vragen over de visie. Richting het college. En ik zou het college de gelegenheid willen geven om op die vragen kort en bondig in te willen gaan. Zodat we daarna kunnen kijken waar we staan. Er is een motie, ook van de ChristenUnie, dat is ook nog goed om even te melden. Het is ook goed om het college te vragen daar nog op in te gaan. En dat is de agenda voor het vervolg. Als eerste in de rij wethouder Ten Kate. Naar duurzaamheid zal hij vragen beantwoorden. Die er nog liggen. Heer Ten Kamp. Ja, voorzitter, dank u wel. Inderdaad, toch nog wel behoorlijk wat vragen. En ik zal proberen, u vraagt om het kort te doen. Het zal aan mij niet liggen, zou ik bijna willen zeggen. Maar ik ga proberen toch ook zo duidelijk mogelijk te zijn. Voorzitter, het derde meerjarenprogramma Duurzaamheid van de gemeente Hardenberg, het derde meerjarenprogramma, 2015-2018, is vastgesteld in 2016 trouwens. En toen is er gezegd van wij willen daar uitvoering aan geven, wat gaat dat betekenen voor onze gemeente? In feite is er toen gezegd van we willen daar kaders aan stellen. In 2017 is daar een uitwerking van gekomen. En daar komt de uitwerking naar boven van de mix op de diverse gebieden die we willen doen. Dat is de mix van grootschalige zon, dat is de mix van wind, dat is de mix van restwarmte van de WAVIN. En daarvoor is er ook de zonnekansenkaart vastgesteld. Dus ook waar willen we dat dan doen? En daar is ook de kaart met de potentiële gebieden van de wind vastgesteld. En u hebt dan ook gezegd van ga daarmee aan de slag. En van de wind zijn toen twee projecten ook benoemd. Waarvan u weet dat we daar nu ook mee aan de slag gaan. Dus waarom staan wij hier nu vanavond?
met deze voorstellen. Die komen voort uit die kaderstelling van 2017 en als een uitwerking van het meerjarenprogramma. Daar hebt u in de verloop van de tijd daarna regelmatig over gesproken. En 4 december, dat is vanavond ook al een paar keer gezegd, zijn de principeverzoeken besproken. Dat waren er 7, waarvan 1 Lutten Levert is. Die is inmiddels door, dat weet u ook. En er zijn 6, is van gezegd van die principeverzoeken, ga ermee verder. Maar blijf ze toetsen aan die kaders die al in 2017 zijn gesteld. Die zijn vanavond ook al vaker genoemd, die 4 kaders. Waarvan de Raad ook nadrukkelijk heeft gezegd van, we willen ze ook beoordelen op die maatschappelijke meerwaarde. Waarom ga ik hier nu nog op in, voorzitter? Ik heb de vorige keer, omdat het laat was, gezegd van, ik wou dat nog eens even schetsen, maar ik heb het achterwege gelaten. Omdat ik toch vanavond heel vaak hoor dat er geen kaders zijn gesteld. Die hebt u wel gesteld. Dat zijn deze kaders. En voorzitter, ik snap heel... Excuus. Heer Bak, als ik daarop in mag breken. Dat zijn kaders uit het verleden die daar gesteld zijn. En wij hebben meerdere malen aangegeven dat wij op zoek zijn naar een nieuw kader. Daar hebben we ook vanuit uw kant toezeggingen over ontvangen. En voor ons is het volstrekt onvoldoende dat die kaders er nu niet zijn. En we willen daar echt ook duidelijkheid in hebben, ook vanavond met elkaar het gesprek over aangaan, hoe en op welke termijn we die kaders duidelijker kunnen krijgen. Want dit gaat echt over veel meer dan wat we in 2017 met elkaar besproken hebben. Ja, maar goed, de betrouwbare overheid die is vanavond ook aan de orde gekomen. Hè? En u hebt het proces gelopen. En op 4 december is er ook een gezegd van, nou, ga er mee verder. Dus in die zin moeten we ook proberen dat we wel daaraan vasthouden. Ik ben het helemaal met u eens dat de wereld er op dit moment, ook als het gaat over de energietransitie, er heel anders voor staat dan in 2017. Dat klopt helemaal. Daarom moeten we ook nadrukkelijk heel snel aan de slag met ons vierde meerjarenprogramma. En in de brief die ik heb gestuurd naar de Raad van, ik kijk nog even wanneer die brief is gestuurd, ik dacht iets van 19 februari, hebben we ook dat geschetst, hoe we dat willen doen. En daar hebben we ook de tijdstermijn voor aangegeven. We zijn daar intern al mee bezig. We zijn al bezig, binnenkort gaan we aan de slag om ook inwoners te bevragen, hoe die er naar kijken. En dat hadden wij in april ook met u willen doen en dat gaan we nu in juni doen. Dus in die zin zijn we daar volop mee bezig. En ik heb ook gezegd dat ik er echt op koers om die aan het eind van dit jaar ter besluitvorming hier in de Raad te hebben. Dus dan is er niet een stuk, maar dan hebben we echt, dan hopen we echt dat dat hier ter besluitvorming ligt. En sneller kunnen we dat op dit moment niet doen. Voorzitter, hoorde ik daar dan een harde toezegging dat we eind dit jaar een stuk ter besluitvorming hebben? Voorzitter, ik onderschrijf datgene wat ik in de brief heb geschreven die ik u op in februari, 19 februari heb toegestuurd. Want daar zit een schema in. Ik vraag nu om een harde toezegging dat we eind dit jaar daar dan voor, waar ik zelf de suggestie heb gedaan om dat in september al te hebben, dat we eind dit jaar een stuk hebben te liggen waar we over kunnen besluiten. Ja, voorzitter, aan mij zal het niet liggen. Hè? Dus, maar ik vind het heel veel, want als het er niet is, dan hebben we daarna een discussie. Dat is volop waar we aan werken. We hebben er zelfs een extern bureau voor ingeschakeld om dat te doen. En ik doe er echt mijn uiterste best voor om dat hier aan het einde van dit jaar ter besluitvorming te hebben. Absoluut. Maar u ziet, er kan maar zo een kink in de kabel komen. En, maar wij gaan daar echt keihard voor aan de slag. Voorzitter, het wordt vervelend. Ik vraag om een harde toezegging en ik krijg iedere keer een afwijkend antwoord. Ik zou toch daar meer helderheid en duidelijkheid in hebben. Ik ben ook wel benieuwd hoe andere partijen daarnaar kijken. Of dat ik de enige ben die hier een harde toezegging op wil. Ja, ik kijk even rond. Volgens mij hoor ik, is de wethouder ook klip en klaar wat hij zegt. Zeg maar. En volgens mij sluit dat naadloos aan op wat u wenst en wat u vraagt. En dat is ook conform eerdere toezeggingen aan de Raad gedaan. Bij de brief. Dus volgens mij zit daar geen lucht tussen. Meneer Roelofs. Ik zou daar wel graag even mijn steun voor uit willen spreken. Want wat we elke keer constateren is dat er toch wel behoefte is aan die visie. En die moet misschien nog wel meer prioriteit krijgen dan die nu krijgt. Dus ik voel wel mee met wat de VVD aangeeft, omdat we daar namelijk heel veel aan ophangen. Dus hoe verder we dat naar achter schuiven, wat de hele goede reden daarvoor ook is, hoe lastiger het is om in die periode tot goede besluitvorming te komen. Omdat we allemaal heel erg hechten aan die visie. Ja. Dus dat had ik graag nog even vermeld. Dank u wel. Voorzitter, ik ben niet van het naar achteren schuiven. Ik wil het zelfs nog liever naar voren halen.
In juni zijn we met elkaar daarover in, gaan we daar nu met elkaar over in gesprek. En ik wil u wel de toezegging doen dat ik in juni nog eens nader op de planning inga. En als we hem nog kunnen versnellen, wil ik dat heel graag doen. Maar we willen ook een zorgvuldig proces, want als we dat niet doen, krijgen we die, dan hebben we daar weer met elkaar een discussie over. Waarbij ik ook heel erg belangrijk vind dat we ook inwoners daarbij kunnen betrekken. En dat kan allemaal niet in de vakantie. Voorzitter. De heer Jonkhans. Via moties en ook via vragen vanavond in de raad is een aantal keren aangegeven om zaken naar voren te kunnen trekken. Hoe staat en dus dan niet het hele pakket, maar een aantal onderdelen daaruit? Want het is niet zo dat we zonder kaders werken, we hebben kaders. Maar er zijn wel door deze raad een paar accenten gezet van kaders die wellicht aanscherping zouden behoeven. Kunt u daar ook antwoord op geven welke, of daar een versnelling in aan te brengen is? Ja, maar dan gaan we weer losse dingen doen. Ik heb veel liever dat we echt een meerjarenprogramma vaststellen waar alles in zit. Want op het moment dat je in juni iets gaat doen over zon en ik zeg maar wat, hè, in augustus gaan we iets over groen gas doen. Volgens mij moet het een compleet programma worden. En dan is het lastig om dat... Nou ja, iedere keer ad hoc kleine dingen te doen. Ja, dan kunnen we zeggen van nou, en aan het eind van het jaar, dan doen we het op zo'n pechtels, dan slaan we er een nietje door. Maar volgens mij moeten we gewoon met elkaar daar ook in zijn volle breedte, over alle zaken die spelen, moeten we ook een afweging kunnen maken. En niet eerst het ene, dan het ander. En dat, nou, volgens mij, ik denk dat u dat als raad ook wilt, dat u die afweging van al hetgeen wat we dan hebben, dat we die afweging willen maken. En niet ad hoc dingen gaan besluiten, want daar komen we niet verder volgens mij. Akkoord. Voorzitter, ik ga even in. Ik ga proberen zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Ik weet niet of mij dat gaat lukken. Even kijken. De CDA geeft aan van we moeten keuze maken op basis van alle informatie. En u twijfelt. En u hebt twijfels bij de belangen die er spelen. En moeten we niet toe naar een nadere uitwerking? Voorzitter, ik denk op 4 december is er een besluit genomen. Dat besluit hebben we ook teruggecommuniceerd naar de initiatiefnemers. Die zijn daarmee aan de slag gegaan. En dan is het wel heel erg moeilijk om nu nog weer te zeggen van nou, wij voegen daar nog iets aan toe. Of het wordt nog weer anders. Heel goed dat u hem beoordeelt op de kaders die u toen hebt gesteld. Hè, want die hebben we ook direct bij de initiatiefnemers neergelegd. Maar ik vind het wel lastig als daar andere overwegingen nog weer bij komen. Want ook dan komt een klein beetje de overheid als betrouwbare partner in het gedrang. Even kijken. Dan gaan we... wanneer komen de plannen op tafel? Nou, ik heb daar proberen nou in ieder geval zo concreet en zo duidelijk mogelijk helderheid over te verschaffen. Hoe ondersteunen we de coöperaties? Daar heb ik ook de vorige keer. Die vraag is bij meerdere partijen naar boven gekomen. In dit geval bij LC Energy en hetgeen wat er in Baalderveld speelt. Daar is buurtkracht ingeschakeld. Dus die gaat helpen om het proces te begeleiden. In andere gevallen de initiatievenmakelaar. Is ook volgens mij een onderdeel van buurtkracht. Maar we hebben gewoon mensen, en dat heb ik ook de vorige keer aangegeven. Het zal eigenlijk nooit zo mogen zijn dat als er mensen zijn die een initiatief hebben, dat ze onvoldoende informatie hebben of dat ze onvoldoende in de arm worden genomen om te komen tot datgene wat ze willen. Als er maar voldoende kracht in de buurt zit, dan zullen wij dat ten alle tijde moeten faciliteren. Zo zitten we er ook in. De tegenstrijdigheid met de inkoopvoordelen. Ja, kijk, we willen graag zon op daken, dat willen we graag stimuleren. Dat is een onderdeel van de kaders. Daar wordt gehoor aan gegeven door gebruik te kunnen maken van de inkoopvoordelen. En inderdaad, er zijn ook ondernemers die zonnepanelen verkopen. Dat schuurt altijd, maar dan hadden we die vraag niet moeten stellen. En er zijn natuurlijk installateurs die kunnen gewoon gebruik maken van deze panelen en vervolgens de rest wel doen. Maar dat is een afweging van de ondernemers die hier zijn, van gaan we daar gebruik van maken. En er ligt wel een enorm potentieel als mensen meedoen aan deze actie. Voorzitter.
Meneer Roelofs. Ik snap het potentieel wel. Volgens mij staat de discussie niet. Het gaat erom dat we op deze manier ondernemers benadelen. Dat beeld heb ik daarbij, bij deze actie. En ik snap dat u daarmee zegt, maar dat komt wel ten goede aan mijn duurzaamheidsdoelstellingen. Dat betwijfel ik ook niet. Alleen de vraag is, en dat geldt voor heel veel vragen die ik gesteld heb, ten koste van wat? Wat geven we er allemaal voor op om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen? Dat is de kern. Maar voorzitter, ik heb niet het gevoel dat we ondernemers benadelen. Er is nu een actie waarvan mensen hopelijk gebruik gaan maken die het elders wellicht niet zouden doen. Dat we die versnelling in gaan zetten. En daar kunnen lokale ondernemers, zoals ik heb begrepen, die kunnen gebruik van maken door die zonnepanelen op het dak te leggen. Dus het echte benadelen, nou ja, dat zie ik niet, voorzitter. Dan, wanneer zeggen we tegen de ondernemer van gaat u maar aan de slag? Voorzitter, de ondernemer bepaalt zelf wanneer hij aan de slag gaat. Ook als het gaat over het traject met het netwerk. De ondernemer, een initiatiefnemer, zal altijd zekerheid willen hebben van kan ik op het net aangesloten worden. En dan, daarvoor vraagt hij dan die offerte. En dat is die eerste 10% die dan betaald moet worden. Kennelijk is dat van LC Energy ook betaald. En op het moment dat er echt gegraven wordt, als er actie wordt ondernomen, dan gaat die tweede tranche, zoals u hem ook zelf hebt onderzocht, gaat dan in. Maar dat bepaalt de ondernemer zelf en dat is ook een ondernemersrisico. Vervolgens gaf het CDA nog aan van waar gaan we nou naartoe? Wordt het nu grootschalig? Wordt het nu isoleren? Mensen zoeken naar duidelijkheid. Dat klopt, maar waar gaat het naartoe? Dan ga ik toch even weer terug naar 2017. Dat is die mix. Want we gaan het met isoleren niet alleen redden, alhoewel ik wel vind dat we volop in moeten zetten op de trias energetica. Dus eerst besparen en dan pas duurzaam opwekken. Dat doen we ook, dat stimuleren we op allerlei manieren. Dat doen we met workshops, duurzaam bouwen. Ik ben onlangs zelf nog bij geweest. Mensen worden een paar avonden uitgenodigd en helemaal tot achter de komma bijgepraat van de mogelijkheden die er zijn met isoleren. Welke isolatiemaatregelen de meeste effecten hebben. En als je dan toch nog duurzaam op wilt wekken, wat je dan nog zou kunnen doen. Dus dat proberen we op allerlei manieren te stimuleren en ook informatie over te geven. Want die vraag is ook gesteld. In hoeverre geven wij informatie? Als mensen zich opgeven voor die workshops, dan is dat mogelijk. Ook voor individuele gevallen hebben we het energieloket. Dus dat loket, dat is er. Ik constateer wel dat de vraag heel vaak terugkomt, dat die niet erg bekend is, dat we de communicatie daarop nog eens wat zullen moeten verbeteren. Dat is een van de dingen die ik ook van vanavond eigenlijk meeneem. Voorzitter, dan ga ik naar de ChristenUnie. En dan kom ik bij de motie van de ChristenUnie. Voorzitter, wij hebben de raad op de hoogte gesteld in een brief over een aantal zaken vanuit het collegeakkoord. Daarin hebben we ook in feite, tenminste dat gevoel hadden wij, aangegeven wat zijn nu de acties en wat doen we nu met zon op daken. Maar kennelijk is de verwachting groter dan datgene wat wij hebben geleverd. En om daar ook verder met elkaar gewoon duidelijkheid over te verschaffen, denk ik dat het goed is dat we zo snel mogelijk met een plan komen. Dus ik wil heel graag de toezegging doen dat we met 4 weken komen met een plan van aanpak. En daarin gaat dan staan van wat doen we al, wat gaan we doen. Ook de ladder nemen we daarin mee. Die moeten dan over een maand, zouden die moeten zijn. Het is wel goed dat we die daarna ook weer blijven betrekken bij die discussie over dat meerjaren duurzaamheidsplan. Een paar dingen zou ik daar nog over willen zeggen, over uw motie. U zegt van voordat er met nieuwe initiatieven wordt gekomen voor de aanleg van zonneparken, dan ga ik ervan uit dat dat andere initiatieven zijn dan diegenen die op 4 december zijn geaccordeerd. Dat hebben we er nu vanavond 3 van. Lutten Lever is daarvan geweest, dus die hebben we gehad, maar er liggen er ook nog 3 op de plank. Dus dat die daar niet. Excuus. Ik heb diezelfde vraag gesteld en toen kreeg ik als antwoord, als ik niet gelijk heb, dan hoor ik het vast van meneer Kuipers. Maar volgens meneer Kuipers behoorden de laatste 3 van dat lijstje wat u noemt tot de nieuwe voorstellen. Zo heb ik het begrepen. Klopt. Nou, ik vraag het dan even aan de heer Kuipers, dan hebben we het uit de eerste hand. Hè? Ja, precies. Ja, dat klopt.
Maar goed, ik ga er vooralsnog van uit dat datgene wat op 4 december besloten is, dat we een betrouwbare overheid zijn, dat we aan die mensen in ieder geval aangeven van we kunnen doorgaan. En u legt de nadruk vooral, en dat begrijp ik, dat het voorrang moet krijgen op gebruik van landbouwgronden en natuur. Nou, u weet ook dat er bij de kalkzandsteen, dat is in de publiciteit geweest, dat daar ook een initiatief is. Dat is niet op landbouwgrond, maar dat is op water. En ik hoop ook dat we met dat initiatief, als dat binnenkomt, dat dat ook door kan gaan. Als dat zo is, voorzitter, dan kan ik goed leven met met deze motie. Even kijken. Dan, het infopunt heeft de ChristenUnie ook nog nagevraagd. Dat infopunt heb ik aangegeven. Voor ondernemers hebben we niet een echt loket of een infopunt. Het is wel zo dat als individuele ondernemers komen, dat we wel proberen ze voor te helpen. Maar dat is niet een echte balie. Ook daar is misschien nog wel iets om ook daar zo snel mogelijk nog eens aandacht aan te besteden. Ik zou ook zeggen van breng hem in juni ook in de discussie die we met elkaar dan hebben. Dan ga ik naar de VVD. Ja, we hebben het gehoord, hè, het proces, kaders. Ik begrijp dat u zegt van ja, we zijn echt toe aan nieuwe kaders. Ik ben het daar absoluut mee eens. Maar we hebben nu op 4 december een aantal besluiten genomen op basis van de oude. En daar zou ik toch graag aan vast willen houden. Voorzitter. Heer Bak. Misschien nog ook om even wat te verduidelijken van waarom wij ons punt maken zoals we het maken. En dat is waarom denk ik deze discussie vanavond ook in het gesprek zoals we het met elkaar voeren best wel stevig is. Is dat, en dat is voor ons echt een hele principiële. Je door het veranderen van je omgeving en het uitblijven van een nieuwe visie, kader of hoe je het ook noemen wilt. En de situatie rondom de zonnevelden waar je nu in zit, waarbij je het totaalbeeld niet hebt waar je eigenlijk naartoe zou willen, je enigszins in het duister een besluit gaat nemen. En ik heb het volgens mij de vorige keer ook gezegd, en passen de besluiten die je nu neemt nog in het toekomstig kader of niet? En ben je daarmee die voorspelbare overheid? En ook de dynamiek die we hier vanavond zien, van gaan die voorstellen het nu wel halen of niet halen, zou het zomaar eens kunnen zijn dat je nu een besluit neemt, want stel, een van de zonnevelden gaat vanavond niet door, dan doet dat iets met die ondernemer. Die duw je in een hoek waarvan ik zeg van oei. En als dan achteraf ook nog eens een keer blijkt dat als je een nieuw kader hebt, dat die gewoon mee had gekund, dan hebben we het niet goed gedaan met elkaar. En dat is niet om de vuilheid te brengen vanavond, maar dat is wel om de zorg hier nadrukkelijk in ons midden te leggen. En samen te kijken van hoe kunnen we daar goed richting aan geven. Want volgens mij is dat de essentie waar we het met elkaar vanavond over hebben. Dat is 1, hoe gaan we nu met de voorstellen om die vanavond voorliggen? Maar 2, vooral, hoe gaan we het voorkomen dat we continu deze discussie met elkaar voeren? Want het is wel, met alle respect, een waan van de dag discussie. En dat willen wij heel graag anders zien. Ik kan daar heel ver in meegaan, voorzitter. Ik vind het geen waan van de dag discussie. In die zin dat wij over deze initiatieven, want vandaag iets besloten, is niet dat er morgen al panklare initiatieven liggen. Je ziet ook hoe lang deze initiatieven heeft geduurd voordat ze tot wasdom komen. Dus in die zin is het niet de waan van de dag, maar ik blijf het herhalen. Ik ben het absoluut met u eens. We moeten zo snel mogelijk een nieuw kader hebben. Want er zijn heel veel innovaties die ook een plaats moeten krijgen in dat nieuwe kader. De Partij van de Arbeid. Waarom de heroriëntatie zo lang moet duren? Nou, ik heb aangegeven dat we daar nu volop mee aan de slag zijn. Ik heb dat ook al verwoord in die brief van 19 februari, maar nogmaals, daar gaan we wat mij betreft niet meer op terugkijken. We gaan zorgen dat zo snel mogelijk het nieuwe plan er komt. Dan kom ik bij LE50+. Het criterium van draagvlak, is dat wel scherp genoeg geformuleerd? Ik vind het benoemen van draagvlak en het criterium daarvoor al heel erg lastig, want dat is voor heel veel mensen heel verschillend. Maatschappelijk draagvlak is vanavond ook gebleken. De een die zegt van natuurontwikkeling valt onder een maatschappelijk draagvlak. De ander die zegt van goedkopere panelen is maatschappelijk draagvlak. Dus ik denk dat als we hier een vraag uit zouden zetten in de raad van wat verstaat u nu onder
maatschappelijk draagvlak, dat die heel verschillend ingevuld gaat worden. Dus het is een, eigenlijk, ja, zou ik zeggen van, probeer ook vooral bij uzelf te kijken van, voldoet het aan uw maatstaf? Nou, dan de geen vrouwen. Mevrouw Verschuur wil daar graag op reageren. Ja, dankjewel voorzitter. Nou ja, goed. Zo sta ik er zelf eigenlijk ook wel in. Dat gaf ik ook wel aan in mijn betoog. Hè, dat er verschillende gedachten wordt over draagvlak. Maar hoe gaat het in andere gemeenten? Hoe gaat het daar eraan toe? Heb u daar eens al gevraagd of gekeken van hoe interpreteert men daar draagvlak? Nou, als je ziet wat de invulling is zoals hij nu in het schema staat met ja en nee van de drie verschillende zaken, dan zijn dat allemaal hele herkenbare zaken die je in andere gemeenten ook tegenkomt. En ik zie in andere gemeenten heel weinig andere hele innovatieve dingen. Hè? Dus het is eigenlijk wel het gebruikelijke pakket, laat ik het zo zeggen. Ja. Ik heb nog een vervolgvraag. Oké. Okay. Ja. Toch nog even terug te komen op die draagvlak. Ik ben hem kwijt. Nee, ik ben hem even kwijt. Sorry. Ja. Wellicht komt hij straks nog ja, terug. Gast. Ja, je hebt de kaart. Ja, nou, en u heeft nog aangegeven geen versnippering. Ja, in feite is dat een beetje neergedaald in die zonnekansenkaart. Het kan niet overal, die in 2017 is vastgesteld. Maar daar is al geprobeerd om enige clustering aan te brengen. Nou ja, goed, dat is eigenlijk het antwoord op van, ja, we willen het liefst zo min mogelijk versnippering. Voorzitter, dan GroenLinks wil graag op de hoogte worden gehouden. Nou, ik denk dat we nog heel vaak bij elkaar zullen komen voor allerlei zaken ten aanzien van duurzaamheid. Het is een heel groot thema en je ziet ook dat we er zelf ook binnen het college heel veel mee bezig zijn. Binnenkort komen we nog te spreken over de RES. Dus in die zin kansen genoeg, denk ik, om hier elkaar met over te spreken. Maar ook op het moment dat wij denken van, hey, er is informatie die naar de raad toe moet, dan zullen we dat ook niet nalaten om dat te doen. Nou, het helpen bij het opstarten van die coöperaties, daar heb ik al iets over gezegd. Ja, en dan ben ik denk ik hoog over wel zo'n beetje rond, voorzitter. Voorzitter. Ja, mevrouw Verschuur, u heeft hem de vraag. Ja, nee, zelfs twee. Nee, dan moeten we mee oppassen. Goed, het woord is aan u. Nee, ik had nog een vraag gesteld over twee weken terug tijdens de oriënterende ronde ter sprake kwam van de inspreker over de heer Makaal, over provinciaal beleid en gemeentelijk beleid. Mijn collega Martijn gaat straks de antwoorden geven over het ruimtelijk proces. Oké, dank je. Dus die komen straks. En de volgende vraag? Dat ging, we hadden het net over draagvlak. En dan spreek ik, je hebt de zonnepark en de omwonenden. En ook daarin, van wat houdt dat dan in? Omwonenden die er echt omheen wonen en eraan grenzen? Of is draagvlak het zonnepark en een kilometer eromheen? Ja, ook daar kun je heel verschillend naar kijken. Ja. De omwonenden, voorzitter, die er naar die het zien. En dagelijks vanuit de huiskamer bijvoorbeeld, alhoewel het goed wordt ingepast, maar het zouden zien. Dat is een omwonende die een ander belang heeft. Maar kijk, we willen met z'n allen ook die energietransitie. Want we moeten met z'n allen toch in de toekomst van het gas af. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, de hele gemeente Hardenberg is belanghebbende. Want we moeten met elkaar een antwoord geven op de energietransitie. Dus ja, daar zijn verschillende gradaties in van het zijn van belanghebbenden. Ja, goed. Volgens mij zijn er geen vragen meer. Ja, de heer Roelofs? Zeker wel. Nog? Dank u. Ja. Ik ben even benieuwd naar het verschil tussen documenten wat u net met de ChristenUnie besprak van over 4 weken. En het visiedocument van einde jaar. In het coalitieprogramma staan een groot aantal punten die daarin uitgewerkt worden. Zit dat nou in dat document van over 4 weken of zit dat in de visie einde jaar? Volgens mij hebben wij de antwoorden vanuit het coalitieakkoord neergelegd in de brief die we u hebben gestuurd. Hè. Dat zijn de antwoorden van kunnen we met zon op zee en al die vragen. Volgens mij zijn die antwoorden allemaal gegeven. Dat zit niet in dat document. Ik begrijp dat de ChristenUnie vraagt, stuur ons zo snel mogelijk een plan van aanpak hoe we zon op daken kunnen versnellen. En dat gaan wij u toesturen.
Dat is wat in de motie staat verwoord, zeg maar. Die wel is ingediend, maar nog niet zeker afhankelijk van de toezegging van de wethouder. Nou, daar komt de ChristenUnie straks nog wel op terug. Maar voorzitter? Ja, heer Bak. Zijn we dan niet ook een beetje bezig, hetzelfde wat de heer Jonkans om vroeg, alleen maar focussen op nu weer zon? Kunnen we niet toch beter alle onze energie zetten op de integrale aanpak? Dat zou mij veel meer plezieren. Laten we niet de energie u daaraan verspillen, maar echt vol inzetten op de nieuwe visie, waar dan de daken gewoon onderdeel van uitmaken. Dat zou toch echt mijn voorkeur hebben. Ja, dat is denk ik ook een vraag voor de ChristenUnie, zeg maar, in de motie die er ligt. Ik hoor graag ook de mening van het college en ik hoor ook wel graag de mening van andere partijen daarin. Volgens mij hebben we hier een fundamentele discussie vanavond met elkaar. En gaan we hapsnap verder of gaan we nu zeggen, jongens, met elkaar alle energie op fundamenteel richting geven aan dit onderwerp van duurzaamheid in de volle breedte. Laten we daar ook al onze capaciteit op inzetten. Dat is eigenlijk wat ik voorstel en ik hoor graag of dat draagvlak voor is. Ja, we kunnen dat ook overigens in de tweede termijn doen. Hè? Want ik stel voor dat we eerst even de beantwoording af laten handelen. Ook van de andere wethouder nog. Mag ik daar nog even op ingaan? Ja. Ik voel de verantwoordelijkheid omdat er eerder een motie is geweest. Waar wij in een brief een antwoord op hebben geprobeerd te geven. Maar kennelijk onvoldoende is aangeslagen. Voel ik de verantwoordelijkheid om in ieder geval als er een motie is aangenomen om die nog ten uitvoer te brengen. En daarom doe ik de toezegging dat ik het in ieder geval kan regelen dat er over 4 weken dit ligt. Het is aan u om te zeggen van als dat nu nog nodig is, ja of nee. Maar ik voel de verplichting vanuit datgene wat in het verleden is besloten. Oké. Denk dat het goed is dat de voorzitter voorstelt om dit in de tweede termijn verder uit te discussiëren. Ja, voor zover daar behoefte aan is. Ik kijk naar de andere wethouder voor de beantwoording van de vragen. En ik constateer dat het kort en bondig niet helemaal is gelukt. Maar wellicht, heer Breukeman. Dank u wel, voorzitter. Ik zal een poging doen om het kort en bondig te houden. 2 punten wat dat betreft. Waarom nemen we nu een besluit? Nou, ik heb u 14 dagen geleden ook gezegd, wij zijn nu bij u als raad, voordat we ter inzage gaan, omdat is gebleken, ja, als je pas helemaal wacht tot na de termijn van ter inzagelegging, ja, dan is het moeilijker om vrijer te bewegen en juist om de raad vrijheid te geven om een besluit te maken, staan we nu bij u voor dit besluit. Er werd een vraag gesteld door meerdere partijen die inging op, ja, en hoe heb je nu afgestemd met de provincie? Of wat betekent daar de inspraak inderdaad in? En net zoals 14 dagen geleden wil ik u aangeven dat de plannen die zijn ingediend door initiatiefnemers, dat wij die ook afstemmen met de provincie. Nou, dat doe je in dit soort procedures altijd, hè, waar je afwijkt van je bestemming op deze wijze. Formeel zou je dat nog kunnen doen als je al een heel eind verder in het proces bent, hè, als je de zienswijze et cetera al op tafel hebt. Maar we hebben ervoor gekozen om dat aan de voorkant al te doen, dat met de provincie af te stemmen. Niet alleen omdat zij bestuurlijk toezicht op de gemeenten hebben, maar ook omdat zij kennis en expertise hebben om eens even met ons mee te kijken, ook met de ervaring die zij elders hebben van, zijn we nu op het juiste pad daar waar het gaat voor de ruimtelijke inpasbaarheid. Dus de stukken die worden aangeleverd door initiatiefnemers die gaan over ruimtelijke inpassing, ja, die hebben we met de provincie afgestemd. En ja, daar krijgen we ook op terug dat daar voldoende aan kwaliteitsimpuls gedaan wordt. Er was zelfs een reactie bij die zei van, nou ja, dit wordt een mooi plan. Maar ik ben me te degen van bewust dat daarbij met name gekeken wordt naar de ruimtelijke inpasbaarheid en dat u vanavond in die zin een veel breder besluit neemt. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, mag ik dan een vraag hier over dit stuk stellen? U geeft aan dat er afstemming met de provincie is geweest op dit stuk. Mijn vervolgvraag is dan, is er ook afstemming geweest met de jurist? Die meneer stond hier 2 weken geleden in de volle overtuiging dat daar iets niet goed zat. Hij gaf ook nog in een tussenliggende brief, die ergens in de afgelopen 2 weken bij ons terecht is gekomen, dat hij daar niks op terug heeft gehoord, of in ieder geval onvoldoende. Kunt u iets vertellen over of en zo ja, hoe er gecommuniceerd is met de inspreker van 2 weken geleden? Ja, voorzitter, volgens mij heb ik vorige week onmiddellijk geprobeerd om daar een antwoord op te geven. Dat ging over 2 facetten, namelijk het afwerken van je bestemmingsplan en past dat wel in het provinciaal beleid. En aan de andere kant ging het over de verklaring van geen bedenkingen. Over die laatste heeft u op 4 december een besluit genomen. Daar waar het gaat om het afwijken van het bestemmingsplan, past dat wel in het provinciaal beleid? Daarvan heb ik u net gezegd, ja, dat hebben we met de provincie aan de voorkant dus
afgestemd. Om te zorgen dat we daar in het laatste stadium niet tegen allerlei dingen aanlopen. Dus dat als reactie daarop, voorzitter. Ja, voorzitter, als ik nog even één stapje verder mag, want dat was eigenlijk mijn vraag niet. De vraag was of er gecommuniceerd is met degene die bezwaar heeft ingediend. Want de vraag die dan blijft staan is waarom komt die meneer 2 weken geleden inspreken als dat wat mij betreft geen discussie meer had moeten zijn met uw redenering. Wat gebeurt daar dan in dat proces? Ja, voorzitter, met alle respect, maar volgens mij is er geen bezwaar ingediend. Er is een inspreken geweest en dat is ook hartstikke goed. Mensen moeten ook vooral zich vrij voelen om zich in te spreken. Vooral ook omdat insprekers nog niet hoeven te voldoen aan criteria waar indieners van zienswijze aan moeten voldoen. Hè. Dus waar je woont en afstand, dat speelt allemaal nog geen partij. Vrij om hier de inspraak te doen. En ik ben dezelfde avond ingegaan op de punten die de inspreker naar voren bracht. En daarmee, voorzitter, denk ik ook dat ik die vragen beantwoord heb. Ja. Akkoord. Voorzitter. Voldoende. Ja, de heer Jonkhans. Ja, volgens mij is hetzelfde geval als vanavond met meneer Gerritsen. En daar is ook duidelijk toen door de voorzitter van de oriënterende uitgelegd hoe dat werkt. Dus het verbaast me een beetje over deze vraag, eerlijk gezegd. Ja, akkoord. Stel ook voor dat we kijken of we dit punt kunnen, of deze ronde kunnen afronden. Nog niet helemaal, de heer Rodemond nog. Voorzitter, dank u wel. Ik had zelf misschien opmerkingsgewijs een vraag gesteld rondom in zijn algemeenheid de ruimtelijke ordening. Hoe kunnen wij beter omgaan met de sentimenten en reacties van omwonenden van de samenleving als het gaat over grootschalige ingrepen in ons gebied? Dit soort discussies, kort gezegd. Hè. Daar ben ik zelf op ingegaan. En kunnen we dat op een of andere manier in onze besluitvorming ook aan de voorkant beter meenemen? Dus niet alleen de reacties aan zich, maar ook hoe kunnen we de mensen sowieso in planvorming veel beter meenemen? Om die gesprekken wat meer te stroomlijnen. En kunnen wij daar als overheid een rol in spelen? Ik hoef daar geen hapklaar antwoord op, maar een kleine reactie zou ik prettig vinden. Ja, voorzitter, enige opluchting door de laatste opmerking. Maar het is natuurlijk is het zo dat je mensen zoveel mogelijk probeert aan de voorkant mee te nemen. Aan de andere kant is het wel zo dat u vanuit uw volksvertegenwoordigende rol een kader neer hebt gelegd. En dat kader is, een van die kaders is zorgen voor dat je een ordentelijke ruimtelijke inpassing hebt. En wat ik vanuit mijn portefeuille in deze discussie zoveel mogelijk probeer in te brengen, is dat we ervoor zorgen dat die parken die er komen, als u daar positief over besluit, dat die op een ordentelijke wijze ruimtelijk worden ingepast. En dan heb je dus over groen, over houtwallen, over compensatie. Ik geloof zelfs dat het ongeveer een kwart van de gronden beslaat. Dus daar wordt echt een forse bijdrage gedaan om ervoor te zorgen dat dit ruimtelijk wordt ingepast. En het andere deel van uw opmerking ging eigenlijk over participatie, over dat soort zaken. Nou ja, volgens mij zijn we allemaal op zoek naar de format van hoe kun je daar nou een goede invulling aan geven. Akkoord, dank. Voldoende. Daarmee komen we aan het einde van de termijn van de beantwoording van het college. Procedureel merk ik op dat het inmiddels 11 uur is geweest. En het eigenlijk goed gebruik is in deze raad om niet langer dan tot 11 uur te vergaderen. Maar ik kijk even rond en ik denk dat het toch wel goed is om deze sessie wel gewoon met elkaar af te ronden. Maar doe dan wel een beroep op uw vergaderdiscipline. En daar mag u mij ook op aanspreken om te kijken of we het vervolg kunnen trechteren verder. Door niet de discussies weer opnieuw te doen, maar te kijken van hoe we tot besluitvorming kunnen komen. Hè. Er is iets gezegd over de motie van de ChristenUnie als eerste. Dus dat zouden we in tweede termijn kunnen doen. En vooral ook kijken van hoe we tot besluitvorming kunnen overgaan. Is dat een goed voorstel? Tweede termijn van de raad. Ik had nog wel de toezegging van u dat ik antwoord zou krijgen op de vragen die ik gesteld had aan de heer Roelofs. Daar zou ik toch wel aan hechten om daar nog wel antwoord op te krijgen. Ja, daarvoor, dat zou ik aan de heer Roelofs willen vragen of hij dat dan mee wil nemen in de tweede termijn. Als hij die vragen zich nog kan herinneren, dat kan hij ongetwijfeld. En anders helpt het de heer Jonkhans hem daar nog even weer aan herinneren. Dus dat is ook inderdaad wat in de tweede termijn nog aan de orde moet komen. Allereerst even, daarmee kunt u akkoord gaan, maar kijk allereerst naar de fractie van de ChristenUnie. Ja, wellicht om de snelheid erin te houden. We hebben net een toezegging gekregen van de wethouder. Als mijn collega's van 50PLUS en PvdA dat ook goed vinden, dan zou ik de motie willen aanhouden. En geef ik de wethouder graag 4 weken extra.
Ja, nou ja. Ten aanzien van om met de toezegging om die gestand te doen, zeg maar. Ja, anders klinkt die wel heel erg fataal. Voorzitter. De heer Bak. Om mijn punten dan maar bij te pakken. Ik wil voorstellen om de wethouder de ruimte te geven om de visie gedegen uit te werken en dit even te laten gaan. Oké. En daar heb ik nog geen reactie van andere partijen op gehoord en dat zou ik nu dan toch wel graag willen. Ja. Voordat we nu in een discussie terechtkomen, wou ik voorstellen naar de tweede termijn over te gaan. Ook maar weer even op volgorde van grootte. Waarbij de heer Roelofs ingaat op de vraag van de heer Jonkans. En tot een richting te komen die u zou willen ingaan. Ik kijk naar de fractie van het CDA. Als eerste spreker in de tweede termijn. Dat mag, voorzitter. Laat ik beginnen om te proberen om meneer Jonkans uit zijn verwarring te halen. Wellicht is er wat onduidelijkheid ontstaan doordat ik de termen kaders en visie door elkaar heb gebruikt. Ik denk dat het daar mis is gegaan. Dus wat ik bedoel te zeggen is dat wij een visie nodig hebben. En die visie hebben wij nodig om toekomstige plannen te kunnen toetsen. Dat is het belangrijkste volgens mij. Ik weet niet of dat een begin is van een antwoord op uw vraag. En anders had ik graag een klein stukje verduidelijking als ik daarom mag vragen. Ja, Jonkans. Ik snap wat u zegt. Neem uw excuses ook aan. Maar het verbaast me wel dat zulke soort elementaire begrippen als kaders en visie, die toch duidelijk gesteld zijn in een stuk, dat u die toch in staat krijgt om dat door elkaar te halen. Maar goed, dat kan en excuses geaccepteerd. Ik had nog wel een paar andere vragen ook nog gesteld. Van die eerste overigens een matige reactie, maar gaat u vooral verder. De heer Jonkans, gaat u door. Ik had ook nog de vraag gesteld van wat het huidige gebruik is van de gronden aan de Kanaalweg Oost en de Polen Dwarsweg. En wat het verschil is tussen het gebruik daar en het gebruik aan het stuk tussen de Raardewijkerbeek en het kanaal. De heer Roelofs. In de categorie quizzen gaan we nu raden wat er op gronden gebeurt. Laten we teruggaan naar de basis. Het gaat erom dat we terughoudend willen zijn met het inzetten van agrarische gronden voor het gebruik, voor het opwekken van duurzame energie. Of daar dan aardappels op staan, of lelies, of andere gewassen, vind ik niet zo relevant voor de discussie. Wat voor ons belangrijk is, is dat die landbouwgronden primair gebruikt worden voor landbouw en dat we dus in het realiseren van onze duurzaamheidsdoelstellingen, waar we met z'n allen voor staan, zelfs wij samen, dat we daar terughoudend willen zijn met het gebruik van gronden. Als we dan verder gaan naar een antwoord op het vervolg, of de vraag die u ongetwijfeld als vervolg zou willen stellen, wat is dan het verschil tussen die projecten? En dan zit het voor ons voornamelijk op de maatschappelijke meerwaarde. Ik heb die in mijn aantekeningen voor de tweede termijn staan, dus het past mooi. Het gaat erom, wat vragen we nou van omwonenden, wat vragen we van de gemeente en wat krijgen we voor terug? Dat is waar ik mee begon. Dat is de balans. Dus enerzijds vragen we mensen om een stukje van hun woongenot, uitzicht, wellicht woningwaarde, maar vult u ze maar in, die kent u. Daar vragen we om iets op te geven. En wij vinden dat je dat alleen mag vragen van mensen als je ervoor zorgt dat daar zoveel mogelijk voor terugkomt. Dus dat je die balans kunt uitleggen. Dus je kunt niet vragen aan mensen om iets op te geven zonder dat ze er iets voor terugkrijgen. En dat weegt voor ons zwaar. Akkoord. Maar staat dat ook in de criteria? Want nou voegt u iets toe aan de criteria die er niet in zit. Voorzitter, mag ik daar iets op zeggen? De heer Bak, ja. Ja, niet om de heer Roelofs te helpen, maar de heer Jonkans triggert mij wel een beetje. Want dat is natuurlijk precies waar deze discussie over gaat. Want als er geen duidelijke visie is, dan is er ruimte voor eigen invulling. En ik denk dat we nou juist dat met elkaar willen voorkomen. Dat we juist heel duidelijk met elkaar de discussie willen voeren over die visie. En dat we elkaar als raad op dit belangrijke onderwerp inhoudelijk zoveel mogelijk moeten proberen te vinden. Dat we onze punten daarin kwijt kunnen. En dan kunnen we vervolgens ook heel helder gaan toetsen. De plannen die dan voor liggen kunnen we heel helder toetsen aan wat we met elkaar besproken hebben. En dat ontbreekt nu een beetje. En daarmee ontstaat er ruimte waardoor we allemaal wel iets vinden en een heel uitgebreide discussie met elkaar voeren. En vanuit de VVD zeggen we heel duidelijk dat had voorkomen kunnen worden.
Ja. Voordat we nu weer in dezelfde discussie komen over de visie en de kaders zeg maar, die geschetst worden of die nu wel of niet voldoende zijn. Dat is uitgebreid aan de orde geweest in de eerste termijn. Iedereen heeft zijn standpunt gemaakt wat mij betreft. Hè? Dus ik zou u willen vragen om elkaar daar niet meer op te attackeren. Maar om nu gewoon te kijken van wat vindt onze fractie nu dat er moet gebeuren en daar toewerken naar een besluit. En dat kan ook heel snel toegaan naar de besluitvorming. Er ligt geen motie meer. Dus nou ja, wat mij betreft gaan de fracties nu in de afrondende fase hun bijdrage nu doen. Ik kijk nog even naar de fractie van het CDA. De heer Roelofs. Voorzitter. Een aantal punten die ik nog wil maken, waar misschien wel de belangrijkste is, als vervolg op de beantwoording richting meneer Jonkhans. Is een belangrijk punt, ook in de kaders, in de bestaande kaders, de maatschappelijke meerwaarde. En die blijft essentieel. Als we dan de plannen bekijken, dan is die maatschappelijke meerwaarde in potentie ruimschoots aanwezig. Alleen als je kijkt wat komt daar dan daadwerkelijk van terecht, dan hebben we daar serieus onze bedenkingen bij. Ik noemde al een aantal voorbeelden, bijvoorbeeld het betrekken van de lokale ondernemers, het inschakelen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hoe gaan we dat nou concreet maken? Wat krijgen die mensen nou ervoor terug dat ze iets moeten laten? Wat is de totale waarde voor onze gemeente en niet voor een individu? Dat is echt een hele belangrijke. Dus wat geven we daar nou voor definitie aan en wat vinden we daarin nou belangrijk? En vindt de wethouder dat wat er in die plannen staat, dat dat concreet genoeg is om daar ook uiteindelijk aan te kunnen toetsen? Om te zeggen, we hebben dat gevraagd, u heeft dat in uw plan opgenomen. En we kunnen toetsen dat dat ook daadwerkelijk gebeurd is. Dan hebben we iets in handen. Dat vind ik een hele belangrijke. Verder, als we hebben het elke keer over visie. Ik ga er nog een keer in gooien. We hebben nu een aantal plannen voor liggen. Er komen er nog 3 achteraan. Die bij huidige of nieuwe plannen horen. Afhankelijk van de motie van de ChristenUnie of het verhaal van de wethouder. Maar er komen ongetwijfeld ook nog plannen bij ons langs. Die langskomen voor de visie die wij gaan vaststellen. Die ergens in dit jaar op tafel gaat komen en waar we dan een besluit over nemen. Wat gebeurt er nou in die tussenliggende periode? En wat ik daar graag voor zou hebben is dat al die plannen, dat die hier op tafel komen. Daar zou ik graag een toezegging voor willen hebben. We overwegen ook nog om daar een motie over in te dienen, maar wellicht is dat niet nodig. Wat we willen is grip houden op dit proces. En wat ons elke keer gebeurt is het glipt ons door de vingers. Want er komt een plan langs, zeggen ja, we hebben gezegd van we gaan dat doen. Vervolgens gebeurt er van alles. We moeten nu met elkaar vaststellen hoe gaan we dit nou doen. En dan zou ik in eerste instantie, dus voorafgaand aan die visie waar het totaalbeeld in zit, wat gaan we in die tussenliggende tijd doen? Dat zou ik graag willen horen. Ik zie dat de heer Bak de behoefte heeft om daarop te reageren. Ja, mijn vraag aan de heer Roelofs zou dan zijn, is de motie die wij als VVD ingediend hebben, dat zodra er zienswijzen ingediend worden, dat het dan vroeg genoeg is dat het hier op de agenda staat? Voorzitter, ja, wij zien ook niet in waarom hier iets aparts voor zou moeten regelen. Ik bedoel, onze kaders, hoe we plannen behandelen, die staan, zoals de heer Bak aangeeft. Waarom zou je hier iets anders voor moeten doen? Voorzitter, het is ons absoluut duidelijk dat het zorgvuldigheid, dat het bij elke fractie hoog in het vaandel staat. En volgens mij moeten we elkaar daarin ook vertrouwen. Voorzitter. Ja, de heer Brink heeft ook behoefte om te reageren. Maar we eigenlijk vragen, meneer Bak, ik vergeet er al aan. Is eigenlijk de motie zoals die destijds in december is vastgesteld, die handhaven. En het enige wat we eraan toe willen voegen, omdat we nog geen visie hebben, is ook om te kijken van, hé, wat doen we nou met de plannen waar geen zienswijze op komen, die we graag nog even hier hebben. Waarom willen we dat? Omdat we tot de tijd dat er geen visie is, willen we toch graag grip houden op de materie. Op het moment dat die visie er wel is, kunnen we dat loslaten. Dus we willen eigenlijk zeggen van, hé, u heeft toen die motie ingediend op basis van, als er een zienswijze komt, komt die in de raad. Wij zeggen van, nou, doe dat dan ook eventjes. Op het moment dat er geen zienswijze zijn, kan de raad er iets van vinden. Zou het daarna ook door kunnen? En dan kunnen we wel, tot het moment dat er nog geen visie is, kunnen we grip houden op de materie. En daar hebben wij behoefte aan. Voorzitter? Ja. Als ik daar wat mag reageren. Ja. Ik zal het met het doen. Risico, want ik voel wat onrust in mijn lijf in ieder geval, dat we hier een soort... op de stoel komt te zitten bijna van de uitvoering van het college. En daarmee, u wilt duidelijkheid hebben, maar u schept alleen nog maar grotere verwarring. Om die term nogmaals te noemen. Voorzitter. Dus wees voorzichtig. Daarom zou ik ook graag terug willen naar waarom ik de afweging destijds gemaakt heb zoals ik hem gemaakt heb.
En misschien helpt u dat, heer Brink. Ik respecteer overigens wel wat u zegt en ik snap uw zorg. Met name ook omdat het een heel belangrijk onderwerp is. Ik heb destijds ervoor gekozen om de motie op te stellen zoals ik hem opgesteld heb. Omdat ik vind dat bepaalde verantwoordelijkheden je in vertrouwen vanuit de raad bij je college neer moet leggen. En dat daar de bevoegdheid moet liggen om dat soort zaken te regelen. Juist om discussies als deze te vaak met elkaar te moeten voeren. En ik vind het een belangrijk onderwerp en ik vind ook dat we... En dat heb ik vanavond hoop ik ook duidelijk gemaakt door mijn bijdrage. Dat we veel met hier elkaar over in gesprek moeten zijn. Maar ik wil het zo graag naar het positieve draaien. En naar het positieve dat we over die visie met elkaar een discussie kunnen voeren waar we naartoe gaan. En we moeten tot die tijd maar roeien met de riemen die we hebben. Waarbij ik niet voorbij wil gaan aan de zorg die u heeft. Ja. Voorzitter, mag ik even kort nog op reageren? Ja, Brink. Want ik ben helemaal met u eens hoor. We moeten roeien met de riemen die we hebben. Maar we moeten die riemen wel stevig vasthouden. En het enige wat ik zeg is, ik wil helemaal geen verwarring zaaien. Het enige wat ik zeg is, wij willen graag iets kunnen vinden van die plannen, ook al is er geschiedenis tot het moment dat er een integraal doorontwikkeling is van het meerjarenperspectief. Dat is het enige, meer is het niet. De heer Stelpstra. Ja, wellicht kunnen we dan een technische vraag stellen. Hoe waarschijnlijk is het dat er in die tussentijd nog een plan bij de raad komt? Ik denk namelijk dat die vrijwel nul is. Ja. Ik zie een beetje een soort tweesporenlijn wat er nu is. De huidige plannen die worden nu eigenlijk vanavond behandeld. Ik hoor de wethouder heeft een hele duidelijke toezegging gedaan dat hij zo snel mogelijk met u in discussie wil over de visie. Nou ja, en dat komt denk ik heel mooi bij elkaar. En u mag ervan uitgaan, dat heeft de wethouder, het college heb ik dat horen zeggen. Als er tussentijds iets gebeurt, wordt u daarvan op de hoogte gesteld. Volgens mij dus is het voldoende geborgd op dit moment. En uw zorg is ook helder, hè? En duidelijk. En ik denk dat we daar ook aandacht voor moeten hebben. En dat het college daar ook aandacht voor moet hebben. Dus dat, ik denk dat die toezegging die is al gedaan ook. Akkoord? Mag ik doorgaan in de richting van de ChristenUnie? Ja? Oké. Als daar nog behoefte is, de mensen, om te reageren. Nee, wat mij betreft kan er gestemd worden. Kijk, nou, gaat u heel snel. Dus ga nog even door. De fractie van Op Koers. Ja, voorzitter, dank u wel. Gezien het feit dat deze drie parken aan de in 2018 gestelde kaders voldoen, willen wij deze dan ook wel ter inzage leggen. Ja, u adviseert positief in de richting van het college. Ja. De fractie van de VVD. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik heb het net al geprobeerd, ik wil graag positief afsluiten. Wij zien er naar uit om met elkaar de discussie te voeren rondom de visie. We willen daar heel graag een bijdrage aan leveren. We willen ook oproepen om dat op een innovatieve wijze te doen. Misschien wel een soort van taskforce of iets dergelijks op te richten, waarbij creatieve mensen, ondernemers en dergelijke met elkaar in gesprek gaan hoe we anders om kunnen gaan met duurzaamheid, hoe we het in de breedte beet kunnen pakken. En we hopen ook dat we de discussies die we nu moeten voeren met elkaar door het gebrek van die visie, dat we die achterwege kunnen laten. Daarbij hebben we eerder een motie ingediend. Die motie die staat, wat ons betreft. En ik hoop ook de verbinding te kunnen brengen vanavond. Door op basis van die motie nog steeds te zeggen dat wij daar het vertrouwen in hebben dat dat voldoende kader is om het gesprek hier met elkaar te voeren. En we gaan ervan uit dat mochten er nieuwe initiatieven zijn en mochten die zich oproepen, dat we daar gewoon over geïnformeerd worden. En dat we niet direct daar hier met elkaar het gesprek over hoeven te hebben. Want dan gaan we wel heel veel dingen doen. En daarmee zou ik dit graag positief willen eindigen. En dat zou zometeen bij een stemverklaring kunnen, maar wel heel duidelijk nog een keer kenbaar gemaakt hebben dat we nu overgaan tot de ter inzage legging. We kunnen met elkaar nog van alles vinden als er zienswijzen komen, want dat hebben we met elkaar afgesproken en dan komt hij hier gewoon weer terug en hebben we het gesprek met elkaar. Want dat hebben we met elkaar afgesproken en volgens mij als we doen wat we met elkaar afspreken, dan hebben we die helderheid te pakken. Dan heeft de omgeving ook zijn helderheid te pakken. Want wij hechten eraan dat de bewoners nu hun zienswijzen kunnen indienen, dat de ondernemer verder kan gaan met zijn plannen en dat het proces zijn gang krijgt. Een democratie zijn werk kan doen. Dank u wel. Dank u wel. De fractie van de Partij van de Arbeid, de heer Jonkans. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wij hechten aan een betrouwbare overheid die vasthoudt aan afspraken die eerder zijn gemaakt. En wij stellen vast dat daaraan voldaan is. En wij kunnen dus instemmen met het ter inzage leggen van deze plannen. Dank. 50 plus. Dank u wel, voorzitter. Wat ik net al in mijn betoog aangaf, het is en het blijft gewoon een moeilijk stuk.
Maar wij gaan dus ook akkoord met het ter inzage leggen, zodat de inwoners van onze gemeente gebruik kunnen maken van hun democratische rechten om een zienswijze in te dienen op de plannen. En dan zien we het. Dankjewel. Akkoord, GroenLinks. Ja, voorzitter, zo net ook al aangegeven, ook wij kunnen akkoord gaan met de ter inzagelegging. En wij kijken ook erg uit naar om bij te dragen aan het nieuwe, een nieuwe visie. Akkoord, dank u wel. D66. Voorzitter, dank u wel. Ja, ik sluit me aan bij de vorige spreker en bij PvdA. Rechte lijn naar dit proces toe is wat ons betreft zeer waardevol. En laten we vooral kijken naar de toekomst, hoe we dingen nog beter kunnen doen. Akkoord, dank voor de bijdrage van alle fracties in de tweede termijn. Wij kunnen eigenlijk tot besluitvorming overgaan, maar ik kijk nog even naar achteren naar de collegetafel of er nog behoefte is om nog een kleine reactie te geven. Zonder een hele nieuwe discussie te willen starten. Dat is natuurlijk altijd het gevaar wat het in zich heeft. Maar we gaan tot stemming over. Dat laatste, voorzitter, dat zal ik proberen zoveel mogelijk te voorkomen. Maar volgens mij heb ik nog, ben ik een paar antwoorden schuldig nog richting de heer Roelofs. En richting de fractie van CDA die nu vraagt van, wij willen graag alle in de tussenliggende periode tot het vaststellen van de nieuwe visie alle plannen langs hebben. Gaat het dan over zon? Of gaat het ook wel voor iemand die initiatief heeft met een biovergister of iets anders? Want er zijn heel veel initiatieven natuurlijk op duurzaamheid. Dus waar hebben we het dan over? Want dan gaan we eigenlijk de boel toch wel redelijk bij het college weghalen, om het zo maar te zeggen. Als u dat wilt, het is aan u, maar dat lijkt mij geen goede zaak. En wat is de waarde voor de gemeente? En volgens mij bedoelt u de gemeenschap. Hè? Dus daar hebt u het over. Allereerst denk ik dat we het een beetje hoog moeten aanvliegen in die zin dat we in Nederland met elkaar in een energietransitie zitten. En van daaruit het klimaatakkoord wat straks wordt vastgesteld, van daaruit krijgen we een opdracht. Linksom of rechtsom, dan moet er wat gebeuren. Daarvoor hebben wij volgens mij ook in 2017 juist die visie vastgesteld van hoe willen we dat doen, hoe willen we daar invulling aan geven. We zien dat op ons afkomen. Dat heeft de gemeente Hardenberg op een hele stoere manier gedaan. Namelijk door te zeggen van we willen in 2030 die 30% duurzaam opwekken. Daar geven wij invulling aan. Ik vind dat ook een maatschappelijke meerwaarde. Dat we een bijdrage doen aan de vraag die er in de samenleving is. Namelijk we willen van het aardgas af. En daarvoor moet wat gebeuren. En van de fossiele brandstoffen af. Nou, en als je dan zegt van en hierin binnen de grenzen van de gemeente Hardenberg, dan is dat absoluut de bijdrage aan een maatschappelijke discussie. Dus daar hoeven we ons niet voor te schamen. En aan de andere kant, in het schema, daar staat in de 10%. En dan komen we weer op die verhalen uit van dat is dan de maatschappelijke meerwaarde. Waarvan een ander zegt van wij vinden ook de inpassing in het landschap, de 25% die wordt geleverd ten aanzien van natuur. Ook dat zien wij als maatschappelijk meerwaarde. Dat waren mijn antwoorden, voorzitter. En dit kan ook weer, wordt weer meegenomen in de nieuw op te stellen visie die we samen met de samenleving en de raad opnieuw gaan vaststellen. En na de laatste inzichten die er dan van dit moment zijn. Mag ik vragen om over te gaan tot stemming? Is er behoefte aan een stemverklaring? De heer Roelofs. De heer Van den Berg. De heer Roelofs als eerste. Ja. Voorzitter. De discussie gehoord hebbende, hebben wij nog een flink aantal twijfels waarvan ik hoop dat we ze vanavond duidelijk neer hebben kunnen zetten. Dat wil zeggen dat wij vinden dat we dit beter hadden kunnen doen in de aanloop, dat we duidelijker hadden kunnen zijn. Niettemin sluiten we ons aan bij dit voorstel, dat wil zeggen dat we deze voorstellen ter inzage laten leggen. Dat we de voorstellen waar wij het meest moeite mee hebben terugverwachten op basis van de zienswijze die ongetwijfeld zullen worden ingediend. En dan zullen we daarop terugkomen. Dat wilde ik graag gezegd hebben. Dank u wel. Dank u wel. Dat als stemverklaring.
En als u het heeft over de voorstellen waar u het meeste moeite mee heeft, dan doelt u op de voorstellen waar zienswijze of veel zienswijze op binnenkomen. Op die voorstellen. Ja, akkoord. Ter verduidelijking. Andere stemverklaringen. De heer Van den Berg. Dank u wel, voorzitter. Daken leveren energie, landbouwgrond leveren voedsel. En daarom wil ik graag aangeven dat ik tegen dit voorstel stem. Akkoord. En daar maken wij een aantekening van dat u, we gaan stemmen, maar dat u geacht wordt tegen te hebben gestemd tegen het voorstel. Daarmee constateer ik geen andere stemverklaringen. En constateer ik dat de fractie van het CDA meegaat in het advies wat hier gegeven wordt in de richting van het college. Met uitzondering van de stem van de heer Van den Berg. De fractie van de ChristenUnie is akkoord. Dat geldt ook voor de fractie van GroenLinks, VVD, D66, op koerspunt nu. En ook de fractie van de Partij van de Arbeid en 50PLUS zijn akkoord met het voorstel zoals het al hier voor ligt. Om positief te adviseren in de richting van het college om de voorstellen ter inzage te leggen voor de zienswijze. Daarmee is dit besluit door deze raad genomen. Dank u wel. We zijn er nog niet. Althans wel voor wat betreft de bespreekstukken, maar nog niet voor wat betreft de hamerstukken. Het zijn bij punt 8 aangekomen. En dat gaat over de vaststelling bestemmingsplan De Pol 1A in Balkbrug. Is er behoefte aan een stemverklaring? Dat is niet het geval. Mag ik constateren dat u kunt instemmen met het voorstel zoals het voor ligt? Akkoord. Alle aanwezige raadsleden hebben ingestemd met dit voorstel. Dat brengt ons bij agendapunt 9. Hamerstuk, de regio deal Zuid- en Oost-Drenthe. Stemverklaring. Geen behoefte aan een stemverklaring. U stemt in met het voorstel. Dat is akkoord. Daarmee is ook dat voorstel aangenomen. Agendapunt 10, de rondvraag. Graag geef ik u alle gelegenheid om gebruik te maken van de rondvraag. Dat is niet het geval. Dat is jammer. Dan gaan wij de klok van 11:30 niet redden. Maar het brengt mij wel bij de sluiting van deze vergadering. Om 23:28 sluit ik deze raadsvergadering die toch weer een hele belangrijke en mooie discussie gaf over een belangrijk thema rondom duurzame energie. En dat is ook nog niet de laatste discussie die we met elkaar hebben gevoerd. Dat is een ding wat zeker is. Dank voor uw inbreng en bijdrage. De vergadering is gesloten.